Dames en heren. Dames en heren, het is 7:55 en ik heb de indruk dat nu ongeveer wel de laatste mensen, welkom overigens op de publieke tribune, dat de laatste bezoekers zijn aangeschoven. We hebben nog nooit zo'n volle bak gehad. En dat bij een raadsagenda die eigenlijk nauwelijks besluiten bevat, maar wel een interessante avond op kan leveren. Dat realiseert u zich ook. Welkom ook aan de raadsleden. Een aantal van wie zich realiseren dat ze hier vanavond voor het laatst in ieder geval op deze stoelen zitten, waar ze vanavond achter plaats op hebben plaatsgenomen. Dat wijst zich vanzelf wel in de loop van de avond, omdat bij punt 7 het afscheid van een 16-tal leden van deze raad aan de orde zal zijn. En allereerst moet daar misschien aan de voorkant van deze vergadering worden opgemerkt dat als gevolg van de besluiten van de openbare zitting van het hoofdstembureau, dan wel Centraal Stembureau van de gemeente Koevoorde, de afgelopen vrijdagochtend, een aantal van u was daar aanwezig, ook officieel de uitslag bekend is van degenen die zijn toegelaten tot de nieuwe gemeenteraad en daarmee dus ook inderdaad duidelijkheid over degenen die al dan niet tegen hun zin hebben te vertrekken. Nogmaals daarover straks, maar het een hangt natuurlijk wel met het ander samen. En om te zorgen dat er aanstaande donderdag natuurlijk ook een nieuwe volledige raad kan aantreden, is het ook nodig dat we geloofsbrieven laten onderzoeken. Dat is bij punt 4 op de agenda voorzien. En nu al wil ik in uw richting aan mevrouw Eijpma, de heer Zegers en de heer Ten Berge vragen of zij beschikbaar zijn voor de commissie onderzoek geloofsbrieven. U weet dat ik de gewoonte hanteer om bij nieuwe raadsleden het liefst naar fractievoorzitters te kijken. En voor een enkeling is dat, voor alle drie, formeel, is dat de laatste kans vandaag. Ja, dus ik gun u dat ook graag. Goed. Er is één bericht van verlating, van vertraging. Verlating moet ik altijd mee oppassen. Mevrouw Eidens komt iets later. En bij wijze van mededeling aan de voorkant is denk ik wel een bijzondere felicitatie op zijn plaats aan de fractie Progressief Akkoord Koevoorde. Niet zozeer vanwege de verkiezingsuitslagen, daar gaan we donderdag wel over hebben, maar wel vanwege het feit dat vandaag twee leden van de fractie die hier vanavond aanwezig zijn, de twee heren die aan weerszijden van de fractievoorzitter mevrouw Driehuis zitten, vandaag verjaren. Dus van harte gefeliciteerd namens de hele zaal. Dat lijkt me toch wel een unicum. Dus het is goed dat daar toch even akte van wordt genomen. En daarmee ligt het ook voor de eeuwigheid vast in de geschiedschrijving van de gemeente Koevoorde, heren, dat u het maar weet. Ja, goed, voor de overige had ik geen mededelingen. Dan zijn we toe aan het punt vaststelling van de agenda. Zijn er onder u die opmerkingen bij het vaststellen van de agenda? Dat is niet het geval, dan is die conform vastgesteld. Dan hebben we agenda punt 3, de besluitenlijst van 6 maart jongstleden. Wenst iemand daar een opmerking over te maken? Dat is niet het geval. Is al dus conform vastgesteld. Dan, dan verzoek ik mevrouw Eijpma, de heer Zegers en de heer Ten Berge om onder begeleiding van onze experts van de publiekservice, burgerzaken zullen we zeggen, bureau verkiezingen, de geloofsbrieven te onderzoeken en de raad te rapporteren over de bevindingen. Ik schors voor de korte tijd die de commissie zal vergen, schors ik de vergadering. Giet, Geertsema, Jan-Jaap, vroeger heette die Jaapje. Goed, in mijn tijd nog, maar goed. Hoedemaker, Lars, Holtis, Erik, Hoge, Jan, die heette vroeger ook anders, oh nee, zijn broer. Huizing, Jeroen, Jaspersen, Nina, Kamps, Hans, Katenberg, Lohman, Sandra, Mulder, Henk, Nijenbanning, Tino, Oudeboon, André, Sieben, Bernet, Slomp, Joop, Soppe, Ton, Stoker, Thierry, Streur, Jenny, Zuur, Gert-Jan, Zwiers,
Jan. Op vrijdag 23 maart 2018 benoemd tot leden van de Raad van de Gemeente Coevorden, rapporteert de Raad van de Gemeente Coevorden dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert tot hun toelating als lid van de Raad van de Gemeente Coevorden. Getekend Coevorden, dinsdag 27 maart 2018. De commissie, Derek ten Berge, Jannie Eitma, Laurent Zegers. U heeft het getekende exemplaar. Ik dank de commissie, onderzoek geloofsbrieven. Dit was agenda punt 5, het verslag van bevindingen van de onderzoekscommissie. En daarmee kunnen we ook naar punt 6 van de agenda, het besluit omtrent de toelating van de nieuwe raadsleden, gemeenteraadsleden. Er is niemand over dit punt nog het woord gehoord. De onderzoekscommissie, niet het geval. Dan stel ik voor dat we conform met algemene stemmen instemmen. Al dus besloten. Ja, dames en heren, daarmee zijn we gekomen aan agenda punt 7. Het afscheid van de raadsleden die ons dienen te verlaten. Ik zei het al in het begin, deels uit eigen wil. Deels ook een beetje tot grote spijt van henzelf. Dat horen we misschien vanavond dan nog wel iets over. Want de volgorde zal zo zijn, zo hebben we dat in het seniorencovenant bepaald, dat eerst vanuit de fracties de vertrekkende raadsleden kunnen worden toegesproken. En dat ik vervolgens als voorzitter van de raad alle 16 vertrekkende raadsleden ook nog een paar woorden wil toevoegen en hen ook nog een blijk van waardering voor hun inzet over de afgelopen jaren zal willen meegeven. Dus dat is de invulling van agenda punt 7. Nou lijkt het mij wel aardig als we toch een bepaalde volgorde daarin hanteren. Ik heb voor mezelf de volgorde bepaald dat ik zal beginnen met het raadslid wat het kortste in deze periode zitting heeft gehad. En dat is dus mevrouw Schepenkeuter, Mina. En dan werk ik zo toe naar degene die het langste onder ons is geweest. En dat is Geert Roelers. Dus dan heeft u het begin van de 16 en het eind van de 16 te pakken als het, waar het in ieder geval mij betreft. Maar dat maakt het misschien ook wel aardig dat de heer Bouwers van Gemeentebelangen degene is die namens de fracties de vertrekkende raadsleden toespreekt. En dat we ook zo successievelijk naar de heer Zegers toe werken als het gaat om het toespreken van de in zijn fractie vertrekkende leden. Hij heeft er tenslotte ook een behoorlijk aantal. Ja. Zullen we het zo doen? Mag ik dan de heer Bouwers de gelegenheid geven? En vanzelfsprekend, dames en heren, heeft de vertrekkende dame of heer altijd nog de gelegenheid om vanaf het spreekgestoelte nog een laatste keer in de hoedanigheid als raadslid u de nodige boodschappen toe te voegen. De heer Bouwers, gemeentelijk. Ja, dankjewel voorzitter. Mina, die zei net al, hou het kort. Ik zal het proberen, maar ik heb er ook wel gedaan, Mina. Maak je niet ongerust. Het is een moment waarop wij afscheid nemen van onze raadsleden, waaronder ook Mina Schepenkeuter, raadslid van gemeentebelangen. Raadslid sinds 26 april 2016, nadat Frits Klaassen was gestopt wegens gezondheidsproblemen. Het was niet de beste tijd voor gemeentebelangen qua gezondheid. Je was nog maar net aangetreden of je collega-raadslid, ik dus, ging de lappenwand in. Maar je hebt daar moedig doorheen geslagen en er het beste van gemaakt. Ook wil ik nog wel even aanhalen de momenten van de begrotingen die we doornamen bij jou aan de keukentafel. Altijd gezellig en niet te vergeten de koekjes en de lekkere koffie. Het is maar een korte tijd van raadslid geweest zijn, maar wel een intensieve. Je inzet was altijd groot, tot achter de komma en ook wel eens daarachter, zodat ik wel eens dacht, waar haal je het vandaan? Mina, je betrokkenheid was groot en als jij je standpunt had ingenomen, dan was er weinig meer eer aan te behalen. Mina had gesproken en dat was het. Nou Mina, we behoeven ons niet bang te zijn dat je je verveelt, want je hebt nog een aantal hobby's, waaronder het dansen. En daar breng je veel vrije tijd mee door. En je hebt ook nog kleinkinderen en ik zou zeggen met de andere hobby's. Bedankt voor je inbreng en succes in de toekomst. APPLAUS.
Nina, even wachten. Ja, want dan kun je ook straks op mij reageren. Je mag natuurlijk wel bloemen in ontvangst nemen. Deze is voor jou. Ik zal de moeite betalen. Dan komen we even kijken. Ja, ik denk dat het passend is als we nu eerst even de fracties de gelegenheid bieden. En dat ik dan vervolgens, te beginnen weer bij Mina, alle vertrekkende raadsleden nog een paar woorden toevoeg. Ik kijk nu naar mevrouw Eijma. Ja, dank u, voorzitter. Het is de laatste keer dat ik dat hier kan zeggen, ook voor mij. Ik heb eerst 5 jaren samen met Ad Merz hier gestaan en de laatste 3 jaren samen met Arnoud de Vos. En in die eerste periode heeft D66 alleen maar waarschuwende geluiden kunnen laten horen. Want financieel ging het bergafwaarts met onze gemeente en onze inwoners waren ook flink ontevreden. De diverse begrotingen hebben we dan ook niet kunnen steunen toentertijd. Maar deze laatste periode die was opbouwend. Er zijn forse ingrepen geweest, zoals de meeste subsidies schrappen en de opbouw van het stadsgedeelte stilleggen. En dat ging natuurlijk samen met forse protesten van de getroffen verenigingen. Maar nu we er weer wat financieel beter voor staan, dan hoor je ze niet meer. En er is door het instellen van het Wijk- en Dorpenfonds zelfs een positieve houding ontstaan onder onze inwoners. Als er een goed en onderbouwd plan is, is er geld en kan het gerealiseerd worden. Onze inwoners hebben de touwtjes meer en meer in eigen handen gekregen om hun woon- en leefomgeving op hun wensen af te stemmen. En laten we nou wel zijn. Dat is toch een echte D66-eigenschap. Ik zeg het nog maar even richting de wethouder die dit allemaal voor elkaar gekregen hebben, ook al was die van BBC 2014. Persoonlijk voel ik mij senang binnen het werkveld van deze raad. Maar ja, wat wil je ook met de meerderheid van vrouwen? We waren hier met 13 vrouwen tegenover 12 mannen. Gaat helaas anders worden. Maar vanavond neem Arnoud en ik afscheid van de raad in deze samenstelling. En voor mij was dat vanzelfsprekend. Fysiek ongemak zorgt ervoor dat ik steeds meer op de achtergrond aan het werk ben. En dat kan nu eenmaal niet in de politiek. Daar moet je een soort van haantje van zijn. Ja, en dat ben ik nou eenmaal niet. Jezelf in beeld brengen, het ligt mij niet echt. Maar het werk wat ik hier verricht heb, is ook min of meer afgerond. Denk aan die nieuwe vorm van werken bij het maken van een beleidsstuk. Eerst overleggen met alle belanghebbenden, dan een voorstel schrijven en de raad erbij betrekken. En ook nog eens flexibel omgaan met het implementeren van zo'n nota. Maar voor Arnoud komt dit afscheid toch behoorlijk onverwacht. Kiezers, die hebben het voor het zeggen. Zijn werk als voorzitter van de werkgroep Verbonden Partijen is nog niet af. En ook de nieuwe omgevingswet is nog niet geland. En ik hoop echt, en ik verwacht ook, dat er burgercommissieleden worden toegelaten en dat jij, Arnoud, deze complexe wetgeving voor onze gemeente tot een juist beleidsstuk mag begeleiden. Arnoud, ik heb met respect en prettig met je samen mogen werken binnen onze tweemensactie. Tweemensfractie, ik zeg actie, er is zoveel actie. Jouw nuchtere manier van werken tegenover mijn emotionele kant zorgde voor een goed evenwicht binnen onze fractie. Je krijgt natuurlijk van mij een geschenkje zo dadelijk, met als dank van de afgelopen periode. Maar eerst wil ik mijn mederaadsleden bedanken voor de prettige samenwerking. Het college en de burgemeester voor het serieus nemen van mijn op- en aanmerkingen. De Griffie voor haar begeleiding, de ambtenaren voor hun toomloze inzet en de bodes, die wil ik echt niet vergeten, want zonder hun kan haar raad niet functioneren. Mijn dank hiervoor. Nu komen de grote cadeaus al op tafel. Ik stel voor dat wij langzamerhand zo in getal gaan toenemen. Ik zei al, we eindigen bij de VVD wat mij betreft. Dus dan gaan we even niet helemaal logisch. Maar ik zou mevrouw Drieuys willen vragen of zij haar vertrekkende collega zou willen toespreken. Ik heb niet zo heel veel stem. Dus ik geef het aan Jerrie over. Wij begrepen al dat u wat kwijt was. Ja. Nou, u begrijpt dat mijn fractievoorzitter enorm hard heeft geoefend op de toespraak. Dus daarom de stem is kwijtgeraakt. Bij het afscheid van Herman Scholt. Ja, dat is toch even terug in een stukje geschiedenis. Want zoals u weet heeft Herman
een derde termijn, zeg maar, hier in de Raad doorgebracht. Dus een stukje geschiedenis betekent dat we begin jaren 80, we spreken nog over het midden van de Koude Oorlog, het toenmalige college van de oude gemeente Coevorden, zeg ik dan maar even, besluit om mee te werken aan de vestiging van de NAVO-depots in Coevorden. Onder het mom van landsbelang kwam men op een achternamiddag tot dit besluit om op een steenworpen afstand van de stad wapenopslagplaatsen en munitiedepots van de NAVO te vestigen. Hiermee werd Coevorden in één klap potentieel doel van een mogelijke kernwapenaanval van de Sovjet-Unie. Herman Scholten, als gerechtgeaarde pacifist, was een van de oprichters van Stop Mob, Stop Militaire Opslagplaatsen. Die wees op het gebrek aan overleg en inspraak met de inwoners door het toenmalige gemeentebestuur en de toen, nou, laten we gerust zeggen, regenteske houding. Dat de directe aanleiding was om ook tot de oprichting van Progressieve Koord Coevorden in 1982 te komen. 3 maanden na de oprichting deed de partij voor het eerst mee en helaas, we kwamen 40 stemmen tekort om als eerste lokale partij onze intrede te doen in de Raad. Voor wie ongeveer net zo oud is als ik vandaag, weten nog wat het woord buitenparlementaire actie betekent. Nou, dat was inderdaad het pak. Het pak ging inderdaad over tot actie buiten de gemeenteraad. En dat hebben we 4 jaar volgehouden om vervolgens in 1986 onze intrede als politieke partij in de raad te doen. En ja, wie was het eerste raadslid? Hij zit naast me, Herman Scholten. Het werken toen was niet te vergelijken met nu. Er waren circa 7 commissievergaderingen die je allemaal moest voorbereiden. En voor de jeugd onder ons, internet bestond nog niet. Computers waren echt nog een fenomeen met bandjes. En de stukken werden nog gewoon afgeleverd per post. En ik kan me niet van herinneren dat op vrijdagavond, als je dan de bonk hoorde op de deurmat, en dat zou helemaal niet anders zijn vergaan, dan wist je, oh, hier liggen de stukken voor volgende week en het weekend kunnen we wel weer op ons buik schrijven. Het harde werken werd beloond. In 1990 kwam het pak met 2 raadsleden in de raad, waaronder Herman opnieuw. In hetzelfde jaar veranderde hij ook van baan en verliet hij de raad. Om in 2014, we hebben het al eerder gezegd, we zijn de partij van recyclen, een aantal jaren ouder, rijper en wijzer weer opnieuw in deze raad te komen. En in de afgelopen 4 jaren heeft hij zich enorm ingezet op diverse thema's. Vanuit zijn ervaring binnen het sociaal domein heeft hij een grote bijdrage geleverd binnen diverse werkgroepen en zich vol ingezet op de sociale agenda en de transitie binnen het sociaal domein. Maar ook binnen de werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft hij een prominente rol gespeeld met een aantal mooie initiatieven tot gevolg. Denk aan het inspreek-meespreekrecht, de mogelijkheid voor inwoners om een onderwerp op de agenda van de raad te krijgen, inmiddels 50 handtekeningen. Hij heeft zich vastgebeten in het AZC-dossier in Oost-Resselen en heeft tot het laatst gevochten en tussen aanhalingstekens, want als rechtgeaarde pacifist vecht je niet, om voor de inwoners op te komen om helderheid in dit dossier te krijgen. Daarbij overigens nooit uit het oog verliezend dat het hier ook om de opvang van mensen uit oorlogsgebieden ging. Het proces hoe dit verloop is, dat vereist de opheldering. We zullen Herman als raadslid gaan missen, maar zijn blij dat we hem voor de fractie en de steunfractie behouden. Hij zal niet helemaal uit de politiek verdwijnen. We kunnen dus nog even op zijn expertise blijven vertrouwen. Herman, dank voor de afgelopen jaren, voor je inzet en harde werken en vooral voor je kennis en kunde. En ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om alle raadsleden die vanavond vertrekken te bedanken voor de hele prettige samenwerking. En ik wens u vooral veel geluk en vooral veel succes en plezier toe met alle vrije tijd die u vanaf nu gaat krijgen. Dank u wel. Dank u wel. De heer Slomp, Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, dank u wel. Voordat ik mijn woord tot Betty richt, richt ik mijn woord tot alle vertrekkende raadsleden. Onze fractie heeft de samenwerking deze bestuursperiode als bijzonder plezierig ervaren. Ondanks inhoudelijke verschillen, altijd met wederzijds respect met elkaar omgegaan. Richting iedereen die afscheid neemt, onze diepe dank daarvoor. En dan Betty, ja. En dan is dat afscheid er zomaar. Niet alleen van deze raad, maar ook van deze gemeente. Want je verhuist nu naar de gemeente Midden-Drenthe. Namens de Partij van de Arbeid Coevorden, dank je wel. Dank je wel voor alles wat je gedaan hebt. Voor de partij, voor de fractie, voor de raad en voor de gemeenschap. In de gemeenteraad van Coevorden heb je er nu 2 perioden op zitten. In de aanloop naar de verkiezingen van 2010 wist Ria Besseling jou te interesseren voor de Coevorden politiek.
En gemeentepolitiek was jou niet geheel vreemd. Je had in je oude woonplaats Schiedam ook al eens een periode in de gemeenteraad gezeten. Ervaring als raadslid, het kennen van de gemeentelijke organisatie vanuit een ambtelijke carrière, gekoppeld aan een grote portie betrokkenheid, bevlogenheid en energie, bleken een uitstekende basis om op een mooie manier je raadslidmaatschap vorm te geven. En het opereren binnen de gemeenschap in koevorm vorm te geven. In de loop der jaren heb je je ontwikkeld tot een autoriteit binnen de raad op het gebied van sociaal domein met alles wat daarbij hoorde. Door de decentralisaties een omvangrijke, belangrijke portefeuille die raakt aan de kernwaarden van de sociaaldemocratie en daarmee aan alles wat voor jou belangrijk is. Inhoudelijke kennis wist je te koppelen aan politiek gevoel, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en verantwoordelijkheden en daarmee had je invloed binnen deze raad. Zelden was ietsje te veel, zowel binnen als buiten de raad. In het begin van deze 8 jaar combineerde je je werk als ambtenaar voor de gemeente Staphorst met een groepsaccommodatie in Geesbrug. En gaandeweg kwam er alleen maar meer bij. De Drentse werkgroep Toegankelijkheid, fractiesecretaris, de Rekenkamercommissie, de werkgroep Grip op regionale samenwerking, bijpraatsessies Sociaal Domein, campagneleider, maar ook bestuurslid Bosbad Swinderen, bestuurslid Fietsen Ohne Grenzen, voorzitter Stichting Staphorst Stipwerk, bestuur Museum Staphorst en op zaterdagavond patatbakken in het dorpshuis van Geesbrug. Niets was hier te veel. Zo langzamerhand is het in die 8 jaar een indrukwekkende lijst geworden. En je zult gemist worden in Koevallen, maar het afscheid is je meer dan gegund. Wij zullen je in de eerste plaats missen als mens, om je kennis, je kunde, je levenservaring, je energie, je tact, je voorkomendheid, je bescheidenheid en je humor. Want ondanks al het harde werk, wat hebben we gelachen met elkaar. Betty, dank je wel. We wensen jou en Bert niets dan goeds in Smilde. Alle geluk. Dank je wel. Daarmee kijk ik naar de heer Zuur, CDA. Dank u wel, voorzitter. Onze CDA-fractie neemt vanavond noodgedwongen afscheid van 3 fractieleden die in de afgelopen bestuursperiode stonden voor 653 stemmen, 25% van het totaal aantal stemmen 4 jaar geleden behaald. Een teken dat zij ook midden in de samenleving stonden en staan, ook bij het CDA. Dit keer is het geen afscheid als gevolg van de verkiezingsuitslag, maar omdat alle 3 vroegtijdig hebben aangegeven dat zij deels vooralsnog 4 jaar gemeenteraadslid genoeg vinden. Toen zij dit aangaven, sloeg de schrik mij om het hart. Wat had ik verkeerd gedaan? Want lag dat misschien aan mij dat alle 3 er de brui aan wilden geven? Had ik ze te snel voor de leeuw gegooid? Had ik niet genoeg naar hen geluisterd? Gaf ik hen genoeg ruimte in de fractie en daarbuiten? Allemaal vragen die me door het hoofd spookten. Maar gelukkig gaven ze alle 3 heel snel aan dat het daar niet aan lag. Ze hadden alle 3 hun eigen redenen, hele begrijpelijke redenen overigens. Het trio is dus 4 jaar geleden aangetreden. Zei het dat Gerard moest wachten totdat Jeroen Huizing wethouder werd. Maar dat duurde niet lang. Dat ze er toen in kwamen was voor velen best een verrassing. Alle 3 behoorden ze niet tot de eerste 4 van de lijst. Henriette stond zelfs op nummer 16 en was bij het vaststellen op de ledenvergadering van de lijst pas toegevoegd. Logisch dat het toen pas gebeurde omdat ze lid was van de vertrouwenscommissie die toen de lijst samenstelde. En met Karen en Henriette hadden we ineens 2 boerinnen, in ieder geval part-time, en steun en toeverlaat voor hun echtgenoten, beide voornamelijk melkveehouders binnen. Girl power en farmers power. We hadden er soms wat mee te stellen in de fractie, is het niet Gerard? De beroepsgroep hoefde ook maar even in het nieuws te komen, of het nu positief of negatief was. Helaas gebeurde dat laatste ook. Dan werden we bestookt met appjes in onze groepsapp met daarbij wat zij er wel niet van vonden. Vooral bij de minder positieve berichtgeving trokken beide dames fel van leer.
Dat tekende hun betrokkenheid en professionaliteit bij het boerenvak. Ook logisch, want in de media wordt wel erg vaak eenzijdig en ten onrechte negatieve aandacht aan boeren besteed. Dat stevig reageren deden ze overigens ook als de Belastingdienst of ambtenaren of onze Rabobank Gerard weer eens de krant haalden. En ook dat was soms wel eens terecht. Het leverde leuke gesprekstof en discussies op het scherp van de snede, maar altijd goed eindigend, soms met een kwinkslag en soms met blijvende verschillende meningen. Maar dat mag toch ook bij het CDA. Karin, 4 jaar geleden gekozen met 342 stemmen. Daar was dan ook binnen de agrarische wereld goed campagne voor gevoerd. En met resultaat dus. Goed van de tongriem gesneden, een bezige bij, want je hebt daarnaast het werk thuis ook nog een groot deel van de 4 jaar een part-time baan bij gehad. En natuurlijk een column op sleen.nu. Altijd leuk om te lezen en ik hoop dat je daarmee wel doorgaat. En natuurlijk je muzikale talenten die je tentoonspreidt bij koor, in kerk of op dorpsfeesten en jubilea. Je vond het raadswerk het mooist wanneer je zelf aan de bal was. Logisch als je al je bezigheden zo eens bekijkt. Je zat in de auditcommissie en was qua portefeuille gekoppeld aan burgemeester Bert Bouwmeester en Jan Zwiers. En als je er was, was je er ook. Indien nodig luid en duidelijk, met net even die verdiepende of prikkelende vraag, waardoor de spreker zich wel eens ongemakkelijk ging voelen. Toch raakte je daarmee veelal de kern. Natuurlijk enigszins gekleurd, maar nooit over het randje. Maar in het raadswerk ging het je vaak niet snel genoeg. Veel woorden, vaak dezelfde woorden, herhalingen en soms om de hele hete brei heen draaien, dat was niet of onvoldoende jouw ding. Je kon er onvoldoende voldoening uit halen. Onvoldoende althans om nog een periode door te gaan. Maar de appel valt niet ver van de boom in jullie gezin. Want je hebt je echtgenoot warm gemaakt voor het raadswerk. En wat past dat toch mooi bij een gezinspartij als het CDA. Eddie zit echter nog even op de reservebank in de schaduwfractie. Maar wel mooi als je op die manier betrokken bent en blijft bij onze partij en fractie. En je hebt ook aangegeven wel iets ten aanzien van de communicatie te willen doen. Nou, daar zal de partij en misschien de fractie ook wel zeker wel gebruik van willen maken. Daarnaast zullen velen je terugzien in de toekomst. Is het niet bij het CDA, dan zeker binnen de lokale samenleving in en om Sleen. Waarin Karin op zeer veel fronten, ik noemde ze al, actief is. Karin, het was fijn samenwerken met je. We deelden de portefeuilles, we reden ook vaak samen heen en terug. Een mooi moment om af te stemmen, maar ook om andere beslommeringen, zoals werk en gezin, met elkaar te delen. Dank van mij persoonlijk daarvoor. Maar natuurlijk nog meer dank voor je inzet in de afgelopen 4 jaar voor het CDA in deze raad. En oh ja, 1 term zit in ieder geval goed tussen de oren. Dat is de term gewasbeschermingsmiddelen. Henriette, 4 jaar geleden vanaf nummer 16 op de lijst met 157 stemmen gekozen. Ook jij profiteerde volop van de campagne onder de agrariërs. En uit Coevorde, bekend van je vorige jobs bij de Rabobank, waarbij je ook in de afgelopen 4 jaar nog weer een tijdje hebt gewerkt. Maar ook zeker omdat je gewoon bekend bent, omdat je zeer actief bent en betrokken bent bij de Coevorde samenleving. En jij, of eigenlijk jullie, hebben de krimp actief bestreden. Niet alleen in het raadswerk, maar door jullie vierde kind ter wereld te brengen. Daarnaast ben je ook nog heel actief bij school betrokken en verricht je zorgtaken voor ouderen en anderen. En natuurlijk steek je ook op de boerderij de handen uit de mouwen. Eigenlijk opgeteld bijna onmogelijk om al die ballen in de lucht te houden. Maar je deed het. Alles rustig op zijn tijd, zo op het oog niet gek te krijgen. Wat stil, waarbij je afvroeg of je, waarbij ik me wel eens afvroeg of je er wel was. Maar opeens kwam die vraag of opmerking die altijd hout snijdt. Want als jij iets doet, dan moet je dat ook goed doen. En dat doe je dan ook vol overgave. En dat lukte niet. En dat lukt niet wanneer je al die ballen, ik noemde ze net, in de lucht moet houden. Een verstandige keuze dan ook om wellicht tijdelijk een stapje terug te doen. Je was lid van de raadswerkgroep Sociaal Domein. En dat past ook precies bij je. Samen met Gerard, je privéchauffeur, althans veelal werd je gebracht en gehaald, vormde je een tweetal dat was gekoppeld aan de portefeuilles van Jeroen Huizing en Jo Brink. En dus met een groot aandeel Sociaal Domein.
Je inzet en betrokkenheid daarbij, niet alleen in het raadswerk, maar ook privé, tot en met concrete hulp ten behoeve van vluchtelingen, was en is groot. Dank daarvoor. Het past bij uitstek bij onze partij om de minder sterke medemens te helpen waar nodig en mogelijk. En je was natuurlijk ook nog secretaris van de fractie, maar daarbij wel goed ondersteund door onze fractieondersteuner Jan de Vries. Dat je nu de voorkeur geeft aan een rustperiode zonder raadswerk is logisch en begrijpelijk. Je moet en wilt ook voldoende zorg en aandacht besteden aan je taken thuis, allereerst je gezin, de kinderen, maar ook aan het boerenbedrijf. Dat kun je namelijk niet overdoen. En daar hoort ook genieten bij, waar je toch wat minder aan toekomt als je weer wordt geleefd en je ook zo verantwoordelijk voelt dat je wel weer naar een raadsbijeenkomst gaat als een ander plotseling niet kan. Maar ik weet zeker dat we je nog wel terugzien wanneer er sprake is van een wat rustige levensfase, want daarvoor vond je het raadswerk toch ook leuk en interessant, zowel inhoudelijk als vanwege de contacten met de andere raadsleden, gemeentelijke en andere organisaties en ook gewoon met de inwoners van onze gemeente. Koevorden en de lokale samenleving zitten in jouw hart. Dank voor je inzet in de afgelopen 4 jaar voor het CDA in deze raad. En mocht je het gaan missen, je bent van harte welkom in de schaduwfractie of bij andere activiteiten van het CDA. En dan, last but not least, Gerard. 4 jaar geleden gekozen vanaf nummer 7 van de lijst met 154 stemmen. Voor velen verrassend. Maar als je weet wat Gerard daarvoor allemaal heeft gedaan en heeft betekend in en om Steenwijksmoer, dan was het niet vreemd dat velen toen het hokje voor zijn naam rood kleurden. Dit omdat ze Gerard het vertrouwen gaven om voor hen 4 jaar lang volksvertegenwoordiger te zijn. En met een gepensioneerd fractielid opende dat ook mogelijkheden om met name de bijeenkomsten tijdens de normale kantooruren te laten bezoeken door een CDA-vertegenwoordiger. Daarbij hebben we als fractie de afgelopen 4 jaar ook volop kunnen profiteren van je kennis van Koevorden en Koevordenaren, die je tijdens je werkzame leven in dienst van de Rabobank hebt opgedaan. En dat was voor een aantal buitengebied collega's geen overbodige luxe. Je hebt mede daardoor ook samen met bestuursleden bedrijfsbezoeken georganiseerd. Het is altijd goed om ook op die manier in gesprek te zijn en te blijven met de ondernemers in en rond Koevorden. Je was qua portefeuille gekoppeld aan Henriette, dus aan de wethouders Jeroen en Joop. Daarbij pakte je vooral de dossiers buiten het sociaal domein, maar ook die kon je indien nodig naadloos overnemen van Henriette. De kinderen van Henriette leerde je ook snel kennen als die man van de gemeente die je op komt halen. Je stemde tussentijds en als voorbereiding op de vergaderingen ook veel af met Henriette en dat ging altijd in een goede sfeer. Daarnaast was je penningmeester van onze fractie. Een rol die je ook prima hebt vervuld. Alhoewel, het was dit jaar wel even schrikken om te horen dat de gemeente na een week in het nieuwe jaar geen fractienota's meer van vorig jaar kon vergoeden. Onbegrijpelijk. We hadden het er net nog over. Je bent een man met veel levenservaring die ook in het werk het nodig heeft meegemaakt. Daar kun je altijd smakelijk over verhalen. In je raadswerk hield je je echter niet van lange preken. Al dat overbodig en uitgebreide, soms oeverloze gezwets over iets wat ook met een kort statement, goed stuk, akkoord, hamerstuk, daar had je me niks mee. Maar in de voorbereiding liet je je in de fractie wel horen. Soms even de dames op een nummer zetten was jou ook niet vreemd. Dat zorgde regelmatig voor de nodige hilariteit en ontspanning. 1 keer, ik weet niet precies meer waar het over ging, het zal dus ook niet zo belangrijk zijn geweest, nam je vol overtuiging een compleet ander standpunt in tijdens de raadsvergadering toen je het woord voerde dan dat we vooraf hadden afgesproken. Wij, fractieleden, zaten vol verbazing te luisteren. Je werd er niet heet of koud van. En ook daar redde je je wel weer uit. Helaas zat je gezondheid in de afgelopen jaren lang niet altijd mee. Regelmatig in de lappenmand, soms onverklaarbaar, maar wel zorgelijk en dat was niet prettig. Allereerst voor jezelf. Maar ook wij maakten ons regelmatig zorgen. En dan was er ook nog de zorg over en in je gezin en familie. Geen gemakkelijke tijd voor je, die soms helaas, maar volledig terecht ten koste ging van je aanwezigheid. Maar wel altijd beschikbaar voor Henriette en ook anderen. Dat je nu stopt na 1 periode is logisch. Je wilt op jouw leeftijd en ook gezien dat wat er de afgelopen jaren allemaal is gebeurd, graag nog jaren genieten van en met allen die je lief zijn en leuke dingen ondernemen.
dan is het ook goed dat de volgende generatie het overneemt. Gerard, heel hartelijk bedankt voor je inzet in de afgelopen 4 jaar voor het CDA in deze raad. Ten slotte, allereerst dank aan ook de andere afscheidnemende raadsleden, de 13 anderen van andere partijen. Het was bijna altijd prettig samenwerken, ondanks de verschillen, maar zo hoort dat ook. En met dit afscheid van de 3 fractieleden komt er een eind aan een periode van 4 jaar... waarin we als fractie een bijzonder prettige, leuke, soms hilarische, maar soms ook zeer serieus, verhit discussierend, maar altijd weer tot een goed einde komende tijd hebben gehad. Het was een genot om 4 jaar jullie fractievoorzitter te zijn. Dank voor jullie inzet, bijdrage en het vertegenwoordigen van het CDA-gedachtegoed. Helaas zit het erop voor jullie. We zullen als nieuwe fractie moeten proberen dit te evenaren de komende 4 jaar. Maar dat zal wel een lastige dobber worden. Nogmaals dank, Karin, Henriët en Gerard. Het gaat jullie goed. En voor een enkeling, wellicht, nee zeker, tot ziens. Want ik noem hem voor de laatste keer, samen kunnen we meer. Sorry, verkeerde knopje. Nittenbergen, BBC. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst willen wij ook de vertrekkende mensen van de andere fracties als BBC graag bedanken voor het warme onthaal in de raad en de prettige manier waarop we samengewerkt hebben. Dank u wel. Ja, dan moet ik ook in dit geval afscheid nemen van mezelf. En ik had al een heel mooi stuk geschreven, maar ik ben toch maar gestopt. En, een missie kom ik volgende week terug. Dus. Ja, wij hebben 3 dames die gaan vertrekken. Harma, onze stille kracht en teamplayer. Als er een keer iets werd beweerd, was Harma wel eens een poosje stil. Ging dan aan het nazoeken. En vertelde dan even later hoe het echt in elkaar zat. En dat kon je dan ook echt doorvertellen, want dat klapte gewoon. We zullen jouw inbreng heel erg missen, maar hoop toch dat je nog een beetje blijft ondersteunen. Bianca, kort door de bocht, in zinnen van 5 woorden die je heel goed begreep, behoorlijk rechts en doorpakken op cruciale momenten. Een teamplayer, ook een teamplayer en een talent. Erg jammer dat je stopt, maar begrijpelijk als je in verwachting bent. Positief als je bent, kwam je ook direct met de opmerking, maar bij calamiteiten kun je wel weer een beroep mee doen hoor. En dan Diane, onze Nestor, met gevoel voor ambtenaren. Jouw ervaring heeft ons erg veel gebracht. Je begreep veel stukken omdat het jouw beleidsterrein was. Je schreef gemakkelijk en vond het ook niet erg als dat dan weer als kapstok gebruikt werd. Ook jouw humor zorgde altijd voor een prettige sfeer, dus ook een teamplayer. Dames, onze groep zal veranderen door jullie vertrek. Het is een verlies en jullie hebben een wezenlijk bijgedragen aan het succes van BBC. En daar wil ik jullie hartelijk voor bedanken. En dan is het woord aan de heer Zegers, VVD. Dank u wel, voorzitter. Ook mijn fractie neemt in het geheel afscheid, net als D66. Ook 4 jaar geleden met voorkeur stemmen alle 4 in deze gemeenteraad gekozen. En nu een nieuw team in 1 keer. 3 van de 4 hadden het al aangegeven dat ze... dit hun laatste termijn was om uiteenlopende redenen. De een omdat hij het al heel lang deed, de ander vanwege werk overver. En ik had het na 10 jaar ook wel een keer gezien. En ik word ook wat ouder, dus ik dacht ik stop er ook eens mee. Maar Karin, arme Karin, die hier heeft 4 jaar lang geleerd, gedaan, gevochten tegen ons. En ze is boven blijven drijven. U begrijpt, in een fractie met dit soort 3 oude rotten. Het pak, ook wij zijn recyclebaar als VVD. Ik heb ook 20 jaar geleden in de raad gezeten en kwam duurzaam weer terug. Irma Eidens,
10 jaar geleden in de raad, duurzaam terug. Dus datgene wat jullie graag willen, doen wij ook. En je ziet, het levert ook nog wat op. Kostbaar humor en aanverwante zaken. Nu ik je toch zo zie en nog gefeliciteerd met je verjaardag. En de motie over het zwerfvuil zit me toch nog wel even enigszins dwars. Want afgelopen zaterdag liepen wij de halve marathon van Ulze, dat staat keurig netjes, uitgetekend. Dan loop je van paal naar paal. En daar heb ik dus 21 kilometer en ik heb weer geteld hoeveel zwerfafval er in Duitsland ligt. Nou, ik heb 21 kilometer gelopen en als ik 3 blikjes en 1 flesje gezien heb, dan is het erg veel. Nou was het wel zo dat zaterdag, afgelopen zaterdag, rommeldag was, ook in Duitsland. Dus misschien waren ze me voor geweest. Maar gezien de situatie daar, kunnen we hier in Nederland nog heel wat van dat traject leren. Dus Jerry, zet door en zorg dat we het zwerfafval wat we hebben, wat hier ook mij een doorn in het oog is, opgeruimd wordt. Hoe, maakt me niet uit, als het maar gebeurt, zodat ik hardlopend mijn gedachten ergens anders aan kan geven dan me te ergeren aan al dat zwerfafval. En als ik dan tel hoeveel geld er dan ligt, als het een dubbeltje of een kwartje wordt, dan ga ik ook nog bukken. Dus. Maar goed, dit terzijde. Karin, 4 jaar lang, hè, met dit soort mannen naast je in de fractie, je toch je eigen positie verweven. Je was er helemaal klaar voor om na dit gat wat door ons achtergelaten wat direct op te vullen, sterker nog, geheel te vullen. En het blijkt toch dat een andere kandidaat iets meer voorkeurstemmen heeft gekregen. Dus je zit nog voorlopig even op de reservebank. Geeft niks. Koeman zou er jaloers op zijn, op zo'n reservebank. En de VVD is er ook zeer gelukkig met het feit dat jij het hesje nog eventjes aan blijft houden. Maar wel warm blijft lopen, want je weet nooit hoe het in de raad allemaal loopt. Dus ik hoop dat je snel weer je capaciteiten die je hebt voor de raad kunt inzetten namens de VVD. Je bent 4 jaar lang onze penningmeester geweest. Dat is inderdaad een zeer eervolle baan. Krijg je ruzie met de griffie in aanverwante zaken. Je geeft geld uit voor een goede zaak en het wordt niet betaald en er wordt moeilijk over gedaan. Ik zeg, laat maar rustig liggen, komt vanzelf wel goed. En uiteindelijk komt het ook wel goed. En we zijn zeer zuinig geweest de afgelopen 4 jaar. We hebben wat mensen gehaald die kinderen kregen, dus we hebben wat cadeautjes gekocht. En als er iemand ziek was of wat anders had, dan was Karin er altijd als de kippen bij om toch een bloemetje namens onze fractie ter ondersteuning en stimulering van de beterschap over te brengen namens onze fractie. Karin, jij was daar zeer goed in en onze dank. En ook de blijken van waardering die we van degene had die het getroffen was, was aandoenlijk, dus we hebben daar toch wel iets goeds gedaan. Dus Karin, mijn dank daarvoor, al die tijd dat je dat deed. Een druk gezin, kleine opgroeiende kinderen, en na 4 jaar kijk je dan, je kinderen zijn al groot. Die zijn in 1 keer bijna, als je niet oppast, het huis uit. Dus ze gaan studiekeuzes maken, zo zie je maar dat het leven kort is. Het leven wordt van voren beleefd en achteraf begrepen. Dat zul je later ook nog wel merken, maar ondanks het feit dat je een druk gezinsleven hebt gehad, heb je toch 4 jaar lang voor de VVD Koevoorde ingezet. Mijn dank groot daarvoor en ik hoop dat je snel de energie die je nu hebt en de kennis die je hebt vergaard voor de VVD in deze gemeenteraad kunt inzetten. Irma, je bent al eerder in deze gemeenteraad geweest. Je hebt toen besloten het na 4 jaar niet meer te doen. Je belde mij op. Ik stond op 10. Ik stond destijds op 10. Ik wilde helemaal niet in de gemeenteraad. Voerde campagne met ik sta op 10. Ik maak me zorgen. En verdomd, in november 2010 word ik gebeld door Irma. Laurent, ik kan het niet bolwerken. Ik moet helaas mijn zetel teruggeven. En je bent de eerstkomende die op de lijst is. Ik zeg, maar ik sta op 10. Dat kan helemaal niet. Nou, dat bleek toch het geval te zijn. Ik zeg, ik heb ook een drukke baan. Ik moet ook van alles doen. Ik zei, nou ja, dan doe ik dat wel, dan ga ik daar wel namens jou in de gemeenteraad zitten. Dus Irma, nog dank voor het feit dat je destijds je zetel opgegeven hebt en mij gebeld hebt. En waag het niet op te zeggen dat je het niet doet, want de volgende op de lijst is Ton Sully. En die wil eigenlijk ook niet. Dus, niet wetende dat hij korte tijd later gebeld werd om alsnog de volgende van de VVD-fractie op te volgen. Dus Irma, jij bent eigenlijk degene die heeft gezorgd dat ik hier sta.
En toch bijna 8 jaar met veel plezier hier. Met een lach en een traan. En af en toe een blauwe plek van schermutselingen die we overgehouden hebben. Maar altijd met een tevreden gevoel en een goede persoonlijke verhouding met mensen weer weggegaan ben. Je hebt ook besloten ermee op te houden. Wederom, druk gezin, een baan, niet in de buurt, maar ver weg. Zorgt er toch voor dat het lastig is om hier om 19:30 s'avonds in Coevorde te zijn. Toen het economisch wat minder ging in Nederland, haalde je het nog wel eens. Maar nu het economisch goed gaat in dit land, ja, dan krijg ik een telefoontje. Ik sta bij Zwolle, ik ga het niet redden. Gezien het aantal lichten wat voor mij staat, wordt het zeker 20:30 voordat ik het red. Kun jij dat doen? En dan vind ik het toch wel knap dat je toch wel commissievoorzitter nog geweest bent. En dat je in die commissievoorzittersperiode er altijd wel was. Dan was je altijd op tijd, je was keurig. Dus blijkbaar kon het wel, maar was de prioriteit af en toe wat anders. Dus... ik moet dat toch wel even van het hart, dat nog eens een keer, hè? Als de plicht echt roept, als je hier naast de tafel kon gaan staan, dan was mevrouw om 7 uur paraat om de stukken nog even goed door te nemen. Maar anders was het wat moeizaam, omdat je ook wist dat de rest van de fractie de taken wel op je zou nemen. En we hadden in de fractie natuurlijk uitgebreid over de stukken het een en ander gewisseld. Je was onze fractiesecretaris, je zorgde altijd goed voor de stukken, voor de agenda, dat iedereen op de hoogte was van wat hij moest doen. Dat deed je altijd trouw op zondag, dus dan konden wij zondagavond. Virtueel ging dan de postbus open en kwamen de stukken en alles eraan. En konden we dus weer ons voorbereiden op het fractiegebeuren wat er was. Ook de bijeenkomsten her en der werd je altijd trouw ingedeeld wie waar naartoe moest. Dus dat kwam allemaal dik voor elkaar. Ja, maar je hebt het 8 jaar gedaan, met een tussenperiode van 4 jaar niet. Dank namens mijn fractie en namens de VVD ook voor je inzet. Je zult het gaan missen en op een andere manier blijf je ook voor Coevorde natuurlijk toch wel weer beschikbaar. We zitten samen in de grachtenloop. Irma is ook degene die ondanks het feit dat ze een drukke baan heeft in deze raadsperiode erin is geslaagd om A, te trainen voor de marathon en B, de marathon van New York in 2014 of 15, 16, 16 zelfs uit te lopen. In een tijd waarvan ik tegenwoordig denk, haal ik dat wel. Dus ik vind het knap dat je dat ondanks dat allemaal gedaan hebt. En misschien dat we gezamenlijk nog een keer, zonder dat we raadslid zijn, nog een keer een marathon elders kunnen lopen. Dank voor al jouw energie en aandacht die je de afgelopen periode in gezamenlijkheid hebt voor ons gedaan. En ik denk er met veel genoegen aan terug. En we hebben vreselijk gelachen. Dus het komt altijd goed. Ja, en dan de Nestor natuurlijk van het geheel. Geert, ik belde hem vanmiddag nog op. Ik zeg, Geert, laatste keer dat je kan bellen als raadslid en als fractievoorzitter. Dus ik maak er even gebruik van. Dat komt goed uit. Ik sta net te koken, dus het komt allemaal nog net. Dus we konden maar net de laatste wetenswaardigheden met elkaar wisselen. En zei, als je de volgende keer belt, ga je natuurlijk alleen maar klagen vanaf de zijlijn wat er allemaal verkeerd is. Nu kunnen we er nog wat aan doen. Maar als we de volgende keer, kunnen we alleen maar aan de zijlijn klagen over hoe het vroeger was en dat we er niks aan kunnen doen. Geert, het was een voorrecht om je zo lang, want in 1998 toen ik afscheid nam van de gemeenteraad van de plaats Coevorde, ambieerde ik geen plek in de nieuwe raad van de gemeente Coevorde. En jij met jouw politieke talenten toen al vanuit Sleen had het al een beetje bedisseld. Frits Bos op 1, die zou wethouder worden. Geert Roelens zou fractievoorzitter worden. Want fractievoorzitter, dat is de mooiste baan in de gemeenteraad. Je bent het knooppunt van het geheel. Je zit overal bij. Je kunt aan de knoppen draaien. En als je het niet bevalt, dan kun je ook nog een ander de schuld geven. Dus dat was toch wel een aardig traject. Dat heeft hij jaren gedaan. In dat traject heeft hij ook iedere keer nieuwe wethouderskandidaten opgeleid vanuit de fractie. Ik noem Tanja Klip, ik noem Peter Snijders, die toch onder jouw hoede tot wasdom kwamen. Het wethouderschap in Coevorde konden gaan uitoefenen. Jij deed iedere keer een stap opzij. En je ziet waar ze gekomen zijn. Ze zijn fors doorgegroeid in dat traject. Dus Geert, dank daarvoor dat je dat altijd gedaan hebt. Maar ja, in 2006, 2007, toen Peter Snijders wegging, heb je nog eens om je heen gekeken. En was er niemand die het wethouderschap over wilde nemen. Dus toen bleef er niets anders over dan dat jij dat toen ging doen. Dat heb je vol ver van 7 jaar gedaan. En je moest aan het eind constateren dat dat eigenlijk toch wel de mooiste baan was binnen het gemeentebestuur. Dus
10 jaar fractievoorzitter, 7 jaar wethouder. Diep in je hart kijkend denk ik dat je misschien wel 20 jaar wethouder wel leuker had gevonden dan het fractievoorzitterschap. Maar dingen lopen zoals ze gaan. En de laatste 4 jaar had je geen zin meer om fractievoorzitter te zijn. Dus toen moest ik het maar gaan doen. En we hebben dat met verve gepoogd en gedaan. En langzamerhand heb je gewoon keurig je taken die je moest doen gedaan. Je termijn uitgediend. Geen kiezersbedrog getoond zoals je altijd gezegd hebt. Je bent gekozen met voorkeurstemmen door de kiezers. En je vond dus ook niet dat je voor die verantwoordelijkheid weg moest lopen. Dus je hebt keurig net als de termijn uitgezeten. En je inbreng in de fractie op iedere keer cruciale momenten ook gebracht en gedaan. Met jouw kennis en ervaring wist je hoe hazen liepen, waar gevoeligheden lagen. En we hebben daar goed gebruik van kunnen maken. Het moet me wel van het hart dat wij een lokale partij zijn eigenlijk, VVD Koevoorde. We zijn een lokale partij met een landelijke achterban. Ik lees nu in de krant dat we de landelijke partijen op lokaal niveau verloren hebben van lokale partijen, omdat lokale partijen geworteld zijn in de lokale gemeenschap. Ja, ik moet je teleurstellen, ik woon gewoon in die plaats, ik spreek al die mensen, dus ik voel me eigenlijk ook gewoon lokaal geworteld. Dus ik vind me eigenlijk ook wel een beetje een lokale partij. Bons. En dat landelijk af en toe een voordeel heeft. Nou, het heeft ook nadelen als je af en toe de krant openslaat. Dan lees je weer wat ze in Den Haag bedacht hebben. Wat er daar weer uitgevreten is. En dan denk je, jonge, is dat nou mijn partij? Gerrit Boemer van het hart, dat zelfs onze minister-president van mijn partij voor in jouw ogen een cruciale fout gemaakt heeft door te zeggen, ja, met onze grote vriend Halbe Zijlstra, die minister van Buitenlandse Zaken was en toch bleek ergens niet geweest te zijn waar hij wel geweest beweerde te zijn. En toch, de leugen gaat niet zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. En jouw adagium was altijd, ik vertel maar één ding. En dat is de waarheid, zodat ik nooit over hoef na te denken over wat de leugen is die ik verteld had. Dat was ook lastig als ik dan iets vertrouwelijks met je wilde delen. Denk je, ja, als iemand anders vraagt van Geert, hoe zit het? Dan vertelde hij de waarheid. Dus ik moest altijd onvloers een beetje, niet alles, maar een beetje onvloers vertellen. Nou, misschien. En jij was wel politiek slim genoeg om te begrijpen hoe hazen hupte en wat bedoeld werd. Dus had ik het niet verteld, maar jij begreep het wel. Dat was toch een aardige interactie die we altijd gehad hebben. Dus het adagium van onze minister-president, een leugentje mag wel, dat is niet iets wat Geert, en in navolging van Geert vind ik dat eigenlijk ook. Je moet in de politiek niet liegen, want het komt uiteindelijk altijd uit. En hoe groot de leugen ook is, je moet het niet doen. En dat adagium heb jij altijd voor jezelf volgehouden. Dus dat zag je nu met Halbe Zijlstra nog eventjes bewaarheid worden om dat te doen. 32 jaar gemeentepolitiek. Je hebt je eigen afscheid natuurlijk al in de krant gezet. Dus ik denk, wat moet ik over die man vertellen? Het staat al in de krant. Hij heeft alles al verteld. Dus ja, dan denk ik, nou, ik hoef eigenlijk niks meer te verzinnen. Want je hebt het al gedaan. Ik zie wel je vrouw op de publieke tribune. Dus je hebt hem altijd gemist, al die jaren. Namens mijn fractie, dank voor het feit. Ja, hij doet het 6 keer per maand, heb ik. Dus ja, dat, ik weet niet hoe het nu gaat worden, maar hij heeft nu wat meer tijd, alhoewel je dat ook weer op een andere manier hebt ingevuld met allerlei activiteiten, dus dat komt wel goed. Geert, dank voor al je inzet en we hebben veel plezier gehad. We hebben, ondanks het feit dat we af en toe een kras opliepen, veel plezier en veel genoegen gehad. Het waren net cabaretteske bijeenkomsten. Onze fractievergadering, ze waren openbaar, dat zei ik ook altijd. De koffie staat klaar, de cake is er. En we vertellen nog eens een grap en we doen nog eens wat. En ik moet zeggen dat er toch relatief weinig mensen dan komen, tenzij ze wat problemen hebben. Dat is altijd jammer, want het was altijd goed voor allerlei activiteiten. Zei ze, Laurent, als je dit gaat zeggen, lijkt me niet verstandig. Dus het werd altijd zeer gepolijst, datgene wat ik hier namens de fractie ter berde bracht. Dus dat komt goed. Nou mag ik mezelf natuurlijk ook toespreken, maar dat doe ik nadat de burgemeester gesproken heeft. Ja. Ik wacht mijn allerlaatste tot het laatste. Fractieleden,
Dank. Dank. Ja, daarmee zijn we inderdaad aan het afscheid van de fracties aan zichzelf en hun fractiegenoten gekomen. En neem ik plaats graag achter het spreekgestoelte om nog wat woorden daaraan toe te voegen. Hoewel heel veel gas is verdwenen, begrijpt u. Maar ik begreep van een enkel raadslid dat hij het uur 8:45 al met angst en vrezen tegemoet zag, omdat ze dat misschien niet helemaal zou trekken. Dat komt dus ook sommigen wel goed uit. Ik ga staan en ik verzoek de bijstand om ervoor te zorgen dat we ook de praktische dingen die erbij horen ook kunnen regelen. Want dames en heren, bij een afscheid hoort ook een aandenken. Dat snapt u allemaal. Ik ga het in de volgorde doen zoals ik u al heb meegedeeld. En dat betekent dat ik met Mina begin. Mina Schepenkeuter. Dat betekent dat zij ook straks als eerste, nadat ik in haar richting iets heb gezegd, als eerste ook. Moet hier nog even. Ja. Het is altijd goed als de plaatsvangend voorzitter van de raad een beetje de checker plegt. Oh ja. Met die moderne jasjes, er zit geen snit in. Maar dat betekent dat degenen die door mij worden toegesproken en natuurlijk namens de raad, namens de gemeentelijke organisatie, dat die ook het recht op het laatste woord hebben. En dat die dat gelijk kunnen riposteren. En ik weet dat de heer Zegers zich daar nu al op verheugt. Zo, dat is nog beter. Ja, Mina. Mina, we kennen eigenlijk elkaar al heel lang, want je hebt al eerder in die raad gezeten. Henk Bouwers wees daar al op. Toen was dat ook zo'n fractie met een behoorlijk evenwicht man-vrouw. En dat paste ook wel goed. Je bent er wel rustiger op geworden, stelde ik vast, toen je hier terugkwam op 26 april 2016. Toen Frits Klaassen uit de raad vertrok. Je bent inderdaad, zoals al aangegeven, daarmee het kortzittende raadslid wat vandaag afscheid neemt. Er waren behoorlijk wat jaren voorbij gegaan sinds jij had afscheid genomen. En daar zit je dan opeens voor die verantwoordelijkheid toen Frits vond dat hij zijn consequentie moest trekken uit zijn eigen lijfelijke ervaringen. En gezien de lange duur dat hij hier de gemeenschap had gediend, was dat ook geen verwonderlijk besluit toen. Maar je werd inderdaad, en daar verwees Henk ook al naar, ook al vrij snel voor de leeuwen geworpen. Toen bleek dat Henk even noodgedwongen ook time-out moest nemen. En daar zat je dan. En binnen jou, ik zou je toch willen karakteriseren als iemand die heel plichtgetrouw inderdaad, daar getuigt ook jouw bereidheid om beschikbaar te zijn voor dat nieuwe raadslidmaatschap, hoewel je er eigenlijk niet echt meer op zat te wachten. Die getuigt daar wel van. Ondanks het feit dat je ook nog grensoverschrijdend actief bent. Dat weet misschien niet iedereen, maar de dagelijkse route van Mina ongeveer dagelijks gaat langs dezelfde route waar de heer Zegers zijn marathon heeft gelopen richting Ulze. Om daar aan de school zich met Nederlandse taal en cultuur bezig te houden. Dus de meest grensoverschrijdende actieve lid van de raad, dat is eigenlijk Mina Schepenkeuter, hoewel ze zich daar nog nooit op heeft laten voorstaan. Dat vind ik ook wel een bijzondere kwaliteit. Mina, je was tegelijkertijd wel heel erg modern, misschien wel een beetje tegen heug en beug in, want jij was wel de eerste, dankzij misschien dat moment van intreden tot de raad, dat jij ook meteen de proefpersoon was voor de iPad, als gebruikt instrument in plaats van die dikke pakken papier, en je begint nu al te lachen, want dat waren niet de meest plezante startervaringen die je daarmee hebt opgedaan, dat heeft hier en daar nog wel wat hoofdbrekers gekost. Dat hebben we later ook nog wel ervaren op een iets andere technische toepassing. Daarmee zie je wel dat met je tijd meegaan ook nog niet zo eenvoudig is. En dat het ook altijd goed is als de raadsleden zich bereidwillig als slachtoffer opstellen. Dat dagen later. Je hebt daarmee laten zien dat het van belang is. Hè, dat inderdaad je als raadslid je gewoon je verantwoordelijkheid neemt. De plaats opvult
die opgevuld moet worden. De rol van gemeentebelangen hiermee in deze raad dan ook invult. En ik wil je daarvoor hartelijk bedanken. Je kent misschien het gebruik, want dat was denk ik toen de tijd ook al zo, toen je voor de eerste keer afscheid nam. Die prachtige kleurenzeefdruk, dat is weggelegd voor ieder raadslid, een enkeling dagen later. Daar kom ik straks nog wel eventjes op terug. Dus ik zou je willen vragen, Mina, om hier naar voren te komen. En als dank namens de gemeente... deze prachtige kleurenzeefdruk in ontvangst nemen, voorzien van het aandenken van de periode waarin je deze keer in de raad hebt deelgenomen. De Benneveld sloot langs de Bommersweg. Volgens mij heb je deze nog niet. Oh, schitterend. Alsjeblieft. Dank je wel. Wil je meteen wat zeggen? Ja, dat weet ik al. Zoals gezegd is, het laatste erin, het eerste in principe weer uit. Het gezegde zoiets. Het feit is dat ik na de eerste periode dus uitgestapt ben, was dat ik mantelzorgster werd. En dat was dus een periode waarvan ik dus nauw in het sociaal domein een aantal dingen heb mee kunnen nemen. En ook mijn conclusie er heb uitgetrokken. Ik zou inderdaad willen geven, in het sociaal domein, vergeet niet de mantelzorgers. Maar vergeet ook niet de mensen die al in een tehuis zitten, die dus niet weg kunnen, alle zorg hebben, maar alleen binnen 5-4 muren blijven zitten. Dat is de conclusie die ik in dat opzicht wel heb geleerd. Wat ik ook met het, als ik ga vergelijken met de vorige periode en deze, is de openheid naar de mensen toe. Ik heb ook bijna alles bezocht wat er te bezoeken viel en de thema's bijgewoond die er gegeven werden. Geef je wat meer inzicht in de raadsvoorstellen en hetgeen als beleid naar voren komt. En dan hoor ik zo in de gesprekken eventjes toch de opmerking, het duurde soms zo lang, er werd soms in de raad zoveel herhaald. En in dat opzicht kreeg Henk dus ook de tip mee, maak het niet te lang. Want ik hou eigenlijk eerlijk gezegd niet van dat langdradige, ik ben meer van de doener. Dat tablet, de computer, heeft nog wel gevolgen gehad. In die zin, ik heb me bij een computercursus aangesloten en worstel nou op het moment met Windows 16 en dergelijke dingen. Maar ik vind het in dat opzicht zeer ontspannend. Ik heb nog meer hobby's. Naast het onderwijs wat ik nog doe en daar ook voor moet vechten om dat in stand te houden. Want ook dat, daar is krimp de dingen die ze doen. Ben ik ook nog dit weekend, één is de marathon, maar dit weekend spierpijn opgelopen wegens een danscursus en 24 dansen in mijn hoofd gestampt. Dus vandaar, ik ben toen geëindigd met ik hou het kort, ik hou het nou ook langer, ik hou het ook kort. Ik wil iedereen graag bedanken dat bij de intrede ik alle steun gekregen heb om toch zo gauw mogelijk daar te komen wat ik moet weten. Op deze iedereen, hartelijk dank. Dankjewel, Mina. Dan ga ik naar Arnoud de Vos toe. Want zoals Jannie Heijtma al aangaf, jij was de opvolger van Ad Metz tussentijds. Op 9 december 2014, dus kort na het begin van deze raadsperiode, deze bestuursperiode, trak je toe tot deze raad. Ik zeg er straks nog wel even iets over het contrast tussen jouw rol en de rol die Jannie had. Dat was ook wel een mooi contrast om hier als raad te zien gebeuren. Als voorzitter kon ik daar ook wel van genieten hoe dat eruit zag. De laatste deel van deze periode, Arnoud, was ook de gezondheidssituatie van Jannie natuurlijk wel een reden dat jij wat vaker ook op de voorgrond kon treden. Gewoon eigenlijk acterend fractievoorzitter was af en toe.
En dat past in jouw belangstelling ook soms heel erg goed. Als voorzitter van die club over verbonden partijen heb je een mooie rol gespeeld. En wat ik wel knap vond, was dat jij binnen de kortste keren eigenlijk door alle raadsfracties wel heel erg geaccepteerd was. In een, op een wat natuurlijke, bijna natuurlijke manier. En dat heeft natuurlijk gewoon ook met jouw ja, zeg maar, wat bijzondere benadering van veel onderwerpen te maken. En tegelijkertijd werd ook wel heel snel duidelijk dat zodra het over informatiebeleid ging, dan wist de Raad ook bijna niet waar ze moest kijken als het ging om de mate van focus die je daarin tentoonspreidde en het belang wat je daar aan dat onderwerp hechtte. Ja, je kwam natuurlijk binnen in een periode die helemaal aansloot bij datgene wat je zelf ook kenbaar hebt gemaakt in de publiciteit destijds waar je belangstelling lag. De rol en de betrokkenheid van kiezers bij de besluitvormingsprocessen in de gemeentelijke organisaties en dus ook in de gemeente Coevorden. En dat je daar heel graag veranderingen in hebt willen aanbrengen. Nou, wat dat betreft heb je volop de gelegenheid gehad en genomen. En zat je in een hele mooie periode in deze gemeenteraad. Heb je een goede rol vervuld. Jannie zei het al, spijtig hè, dat het de kiezer heeft behaagd. Ja, zo is dat dan toch. Hè, om D66 één raadszetel in de nieuwe raadsperiode terug te gunnen. En dat is dus de lijsttrekker. En op die positie stond jij niet. Helaas, dus we moeten vandaag afscheid van je nemen. Wellicht geldt ook voor jou. Daar twijfel ik eerlijk gezegd ook niet aan. Die politieke betrokkenheid die zal wel blijven. Wellicht zien we je hier ook wel een keer terug. En dan maken we graag opnieuw dankbaar gebruik van jouw kennis en ervaring. En jouw bevlogenheid waarmee je ook het openbaar bestuur bejegent. Dankjewel Arnoud. Ik wou jou ook graag het aandenken overhandigen. Wat die dank tot uitdrukking brengt. Net om het woord ervoor. En een bloemetje, ja. Alsjeblieft. In de goede kleur. Ja, dank voor deze woorden. Ik zal het traditioneel kort houden, zoals ik dat meestal doe. Ik wil in ieder geval Jannie heel erg bedanken voor de samenwerking. Voor de manier waarop ze mij heeft opgevangen en de manier waarop ze het fractievoorzitterschap heeft overgenomen. Zodat ik mij rustig in het raadswerk kon inwennen, zeg maar. Verder wil ik de al genoemde werkgroep verbonden partijen, de leden daarvan, allemaal heel hartelijk danken voor hun inzet. Ik denk dat we een mooie basis hebben neergezet om daar meer grip op te gaan krijgen. En ik hoop dat de nieuwe raad dat gaat oppakken en verder mee doorgaat. En dat dat uiteindelijk gaat leiden tot echt grip op die verbonden partijen. En als laatste wil ik Lars Hoedemaker, die zit op de tribune, alle succes wensen als nieuw en enig raadslid van D66. Ik zal je zeker blijven steunen de komende tijd. En wie weet, misschien in de commissie nog wel, daar gaan we het er nog wel over hebben hoe dat vorm gaat krijgen. Dus jij ook succes. En verder iedereen bedankt voor de leuke samenwerking in de afgelopen 3 jaar en 3 maanden in mijn geval. Oh, dankjewel Arnoud. Dan kom ik bij Dirk. Dirk ten Bergen, die verwees er net al naar. Dit wordt misschien wel het kortste afscheid als raadslid ooit. Wellicht praten we al heel snel. Dat zal misschien niet volgende week dinsdag lukken. Maar misschien wel snel daarna. Dat je weer tot deze raad kunt worden toegelaten. Omdat jij feitelijk nu de eerste opvolger op de nieuwe lijst bent geworden. En volgens mij verheug je er ook wel op dat je zou kunnen gaan terugkomen. Dat moeten we natuurlijk altijd eerst even zien. En dat meet ik dan maar af aan de manier waarop je hier ook intrad, tussentijds ook, na het vertrek van Zeno Roos. Ook in het najaar van 2014, 2 september 2014. Je bent toch ook binnen hele snelle, hele korte termijn, heb je de rol van fractievoorzitter op je genomen. En we kunnen niet anders dan constateren dat je dat met verve op jouw geheel eigen wijze doet. Volstrekt onverstoorbaar volgens mij. En ook altijd goed lacht. Dus het moet ook altijd humor hebben. En dat mag ook in deze raadzaal.
En je zei het zelf al, jouw de karakterisering van kort en bondig, zoals voor een aantal collega's hier, die geldt zeker ook voor jou. Maar je getuigt er, en zeker ook het medeoprichterschap van je eigen partij, getuigt daar natuurlijk ook wel van, op een buitengewoon goede manier verbonden met de samenleving hier in ons mooie Koevorder gebied. Dus ik hoop ook dat we je heel snel als raadslid weer terugkomen. Dus mijn advies aan jou zou zijn, pak dit cadeautje niet uit. Want als het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat we in een soort van draaideur iedere keer een cadeautje weggeven. Want dan er zijn andere manieren om die serie compleet te krijgen. Ja, goed. Dirk. Mag ik jou hier uitnodigen? Er staat nu namelijk op raadslid gemeente Koevoorde 2014-2018 en dat plaatje is al sowieso dus bijna al verouderd. Ja, dank je. Alsjeblieft. En een boeketje. Kunnen we hem jou teruggeven? Ja. Je mag er thuis nog wel even naar kijken. Ja. Goed, dan ga ik naar... Ja, inderdaad, een van die raadsleden, we zeggen, ja, er zijn een best een aantal die erom hebben gevraagd. Dat werd door de fractievoorzitter ook buitengewoon mooi ingekleurd, allemaal. Dus dat zal ik niet herhalen. Maar Karin, ja, we spraken elkaar vrijdagochtend voor de zitting van het Centraal Stembureau, toen ik wist wat daaruit kwam. Ik dacht, ja, dat vind ik toch wel erg vervelend, want we hebben natuurlijk gezien hoe jij in die afgelopen 4 jaar, want je hebt al de 4 jaar volgemaakt, eigenlijk volop klaargestoomd voelde en ook was om gewoon hier je raadslidmaatschap te continueren. Je had er ook zin in. Je hebt allerlei mooie cursussen in partijgenootschappelijk verband gedaan, konden wij via Facebook wel ervaren. En ons was ook wel duidelijk dat je in de netwerken inmiddels goed zat. Maar helaas, de kiezer heeft inderdaad in de volgorde der stemmen, en ja, uiteindelijk is dat toch waar het op de verkiezingsdag om gaat, anders bepaald. En dat is echt in die zin sprake van de boot net missen. En we hadden je dat denk ik allemaal anders gegund. Maar zo loopt het dan. En ook jouw fractievoorzitter heeft het al gezegd. Je bent gelukkig nog een zodanige leeftijd dat we wel het vertrouwen kunnen hebben. Dat ook jou we hier niet voor het laatst te zien. Daarbij durf ik niet de gok te doen die ik net bij Dirk ten Berge tentoon spreide. Zo snel zal dat misschien niet helemaal gaan. Reken je niet al te rijk. Maar ik zou graag willen dat jij... inderdaad die betrokkenheid met het raadswerk blijft laten zien, want ik was in ieder geval heel erg verheugd, er komen straks nog een paar andere namen langs, dat we in deze raad weer een aantal dames hadden met politieke belangstelling, ook met politieke ervaring, die ook in de agrarische sector een stevige netwerken en ankers hadden. Ik herinner nog zeer goed de gesprekken. Die beroemde koffievisites, Dirk, die we bij jullie aan de keukentafel hadden. En waar het inderdaad ging over de vraag van, ja, maar hoe kunnen we daar ons als gemeente ons daar meer rekenschap van geven? En dan is het buitengewoon belangrijk dat we vanuit deze sector ook mensen in deze raadzaal hebben die weten wat daar loos is. Dan gaat het niet over het gebruik van de juiste termen, maar dan gaat het ook over de achterliggende dilemma's en vraagstukken die dan opgelost moeten worden. Dus Karin, heel erg bedankt. Heel erg jammer dat dat nu inderdaad zo moet zijn. Maar blijf het volgen en graag overhandig je met die warme dank ook de mooie kleuren zeefdruk. Ja, inderdaad, daar sta ik dan. Na 4 jaar. Toch wel teleurgesteld, maar heel trots dat ik 4 jaar lang in de fractie mijn best heb kunnen doen en me heb kunnen inzetten voor de gemeente Koevoorde. Dank aan mijn fractie, dank aan Geert. Aan Laurent, aan Irma. Ik heb ontzettend veel van jullie geleerd. En dat ga ik zeker blijven doen. Met de nieuwe fractie. Met Margriet, met André en met Erik en met Benet.
Dat hebben we ook zo afgesproken en dat ga ik ook zeker doen, want ik vind het nog veel te leuk om te stoppen. En ik ben ook nog inderdaad veel te betrokken, ook in het netwerk. Net een masterclasscursus afgerond en ik ben zeker van plan verder te gaan. En ja, ik wil ook inderdaad de burgemeester bedanken, het college bedanken, alle overige raadsleden bedanken voor de hele fijne samenwerking. We hebben veel lol gehad, we hebben elkaar inderdaad bevochten in de raadzaal en daarna weer een borrel drinken. En dat is des VVD's, daar houden we erg van. En dat hoort ook zo. En ik kan me aansluiten bij Bert en ik kan me aansluiten bij Gert-Jan. Dat het erg jammer is dat drie boerinnen de raad verlaten. Ik hoop zeker dat de aandacht er blijft. Maar volgens mij blijven Karin en Henriette dat ook zeker volgen. En ik ook zeker. Dus vanaf de zijlijn wees gewaarschuwd. Wees zuinig op onze boeren en op onze agrarische sector in het hele mooie gebied en in onze hele mooie gemeente Coevorden. Ik wil jullie nogmaals hartelijk danken. Alle mensen die doorgaan, ontzettend veel succes de komende 4 jaar. En ja, wie weet zien we elkaar terug. Daar ga ik zeker mijn best voor doen. Dank je wel. Mooi, dankjewel Karin. Nou, misschien een kleine doorstap naar een andere Karin. Ook een Karin die de open dagen in Brussel van samen met het college en een ambtelijke delegatie hebben meegemaakt. Daar was Karin Zwaan ook een van. Het afgelopen jaar nog zelfs. Maar Karin Heling ging haar voor. Ja, inderdaad ook een van die dames, agrariërs, zeg maar eventjes, die de afgelopen jaren zich zo hebben laten zien hier in deze raad. Dat je inderdaad zegt, dit is echt een aanwinst. En dat viel niet alleen hierop. Ik kwam nog een uitspraak tegen van Ruud Peterholm, de partijvoorzitter van het CDA. Ook nog een opmerking maakte over de alomtegenwoordige ZZP-functie, waar jij onmiddellijk op, als een bok op de haverkist, om het in agrarische termen te zeggen, op bent ingesprongen. En om een andere naam te noemen, onze welbekende Roelie Lubbers uit Sleen, die desgevraagd naar de politieke talenten voorkeuren, de naam van Karin Heling ook noemde, als zijnde van ja, kijk, dat zijn nou de soort vrouwen waar we naar moeten kijken, die het goed doen in Drenthe, die Drenthe en zeker ook Coevorden zo hard nodig heeft. Inderdaad beknopt. In je bijdrage vooral niet meer woorden eraan wijden dan absoluut moet. Samen met Henriette was je natuurlijk ook binnen de fractie, maar daar heeft Gert-Jan Zuur al het nodige over gezegd. Dat mooie span wat zorgde dat je in ieder geval ook bij jullie oorspronkelijke partijprofiel passend die boerenstand goed kon vertegenwoordigen en precies wist wat daar speelde. En natuurlijk, Karin, had jij de bijzondere rol, dat was Gert-Jan hier de commissie voorzat, dat jij de vertegenwoordiger, vaak de vertolker was van het fractiestandpunt. Ook daarvoor dank, lid van het auditcommittee. Breng je ook in een bijzondere rol in positie, maar dat is jou wel toevertrouwd. Ik zeg het hetzelfde als wat ik over Karin Zaan heb gezegd. We weten, jij was ook actief, ook in LTO-verband, weet je nog wel. Schat ik zo in, dat weet ik niet helemaal precies, maar ik zou je in ieder geval willen meegeven. Laat die betrokkenheid ook blijven en laat die ook ten goede blijven komen van de afwegingen die we hier in deze raadzaal af en toe te maken hebben. Dat gaat ook heel goed vanuit de positie als niet-raadslid zijnde. En zeker als de lijn van verbindende besturen wordt doorgezet, dan liggen er, lijkt mij, volop kansen. Karin, mag ik jou vragen om hier te komen? Dan geef ik je ook heel graag met dank voor de plezierige samenwerking de kleuren zeefdruk. Nou, dankjewel voor de mooie woorden, Bert. En ik wil iedereen heel graag bedanken voor de fijne samenwerking die we hier de afgelopen 4 jaar hebben gehad. Ik heb het, ondanks dat ik er nu mee stop, heb ik het wel met heel veel plezier gedaan. Ik heb er heel veel van geleerd, ook wel wat dingen afgeleerd. En Betty memoreerde er al even aan. Ik vond het heel erg leuk dat ik mee mocht naar Brussel. Dat was toen een beetje als testcase. Kennelijk was het goed bevallen, want daarna mochten ze een volgende groep. En dat zijn toch, denk ik, hele leuke dingen als raadslid om mee te maken. En dan gaat het nog even een stukje verder, hè, het hele gemeentebestuur. Dus wat mij betreft zeker geen weggegooide 4 jaar. Ik vond het
bijzonder interessant. En wie weet, ja, kom ik over een paar jaar nog een keer hè? Terug of zo. Ja, ja. En nou ja, muzikaal gezien hoop ik, Bert, dat we elkaar nog niet uit het oog verliezen. Ja. De nieuwe raadsfractie, uiteraard heel veel succes de komende periode. En nou, toi, toi, toi. Ja, dames en heren, in de categorie raadsleden die inderdaad deze hele raadsperiode van begin tot dit einde hebben meegemaakt, maar voor wie het nu stopt. Ik noemde de naam Henriette Kramer al, ook van dezelfde CDA-fractie. Ja, inderdaad, dat onderdeel van het span waar de heren het af en toe knap moeilijk mee hadden, dat werd door Gert-Jan ook al eerlijk erkend. En inderdaad, ik heb nog goed voor ogen hoe dat koffierondje mij bij jou op het klooster, op het bedrijf bracht. En ik me toen al, afvroeg, hoe moet dit gaan? Een jonge moeder, en dat werd, de laatste was nog niet in zicht, bleek later. Daar had mijn bezoek overigens niet meer uitstaan, dat snapt u wel. Ik ben tenslotte niet de dominee of de pastoor. Maar hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt, inclusief die totale verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk runnen natuurlijk van dat agrarische bedrijf, petje af. En ook jou wil ik heel graag van harte bedanken voor de bijdrage die je de afgelopen 4 jaren hebt gespeeld om inderdaad het werk wat we hier doen te verbinden met de vraagstukken die in die samenleving, ook hier met name in het Koevoortse, spelen. Gert-Jan Zuur heeft al veel gezegd over je maatschappelijke verankering. Dat is mooi, ook in die zin zonde, dat dat nu even wat op verdere afstand komt te staan. Je hebt daar de afgelopen periode ook van getuigd, ook door je deelname in de sfeer van die ingewikkelde opgave van het sociaal domein. Enigszins jammer om dat op dit moment te moeten kwijtraken. We krijgen prachtige raadsleden terug, dat zeker onmiddellijk ook bij voor al diegenen die in verwachting op donderdag hier op de raadsstoelen zitten. Maar op de publieke tribunestoelen zitten. Maar ja, het is wel jammer, Henriette, dat voor jou nu even de pauzestand is aangebroken, zoals Gert-Jan Zuur dat duidde. Dus ik wil je graag ook met dank en met enige verwachting voor wat de toekomst wellicht dan brengen, jou op dit moment als afscheid de kleuren zeefdruk meegeven. Dank u wel voor de mooie woorden. Ja, voor mij begon 4 jaar geleden begon het dit avontuur geheel onverwacht. Want het was absoluut niet mijn bedoeling om op dat moment zo'n soort functie te gaan bekleden. En ik had ook echt het hele weekend zoiets van, nou, ga ik niet doen. En op zaterdag was het NL Doet bij Thomashuis tegenover ons. En ik ging even een cake brengen naar de PvdA-fractie. Nou, dat moet je doen, dat is hartstikke leuk. En probeer het maar gewoon. En de CDA-fractie zei dan ook van, je moet het gewoon doen, want dat vind je vast hartstikke leuk. Nou ja, ik moet op zich, hè, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Dus ik probeer het gewoon en vast na een jaar denk ik van, ik vind er niks aan, ik ga er weer uit. Maar toch de 4 jaar volgehouden en ik heb het ook echt heel erg leuk gevonden. Dus wat dat betreft bedankt voor jullie goede adviezen. En nou ja, inderdaad, het is al een paar keer genoemd vanwege mijn drukke gezin en bedrijf thuis. Heb ik nu de keuze gemaakt om me niet meer verkiesbaar te stellen. Waar ik op dit moment ook wel een beetje spijt van heb. Maar goed, dat gaat ook wel weer wennen, denk ik. Nou, wat ik nog wel mee wil geven voor de komende periode. Ik vind gewoon dat wij als Koevoortenaren gewoon veel meer trots moeten zijn op onze mooie gemeente. En ik vond het laatst ook met het mooie filmpje wat we hier hebben gezien. Koevoorden verbindt. Nou, dan word ik gewoon echt wel trots als ik dat zie. Dus ik denk dat we het veel meer uit moeten stralen. Ik wil iedereen bedanken. Ik vond het qua raadsleden ook, het was gewoon een hele goede sfeer altijd. Iemand zei tegen mij toen ik in de raad kwam van raadsleden die willen alleen maar op het plusje zitten. Nou, het tegendeel is waar. En dus ik vind het zijn allemaal heel gewone mensen. Dus wat dat betreft, ja toch? Dus iedereen bedankt, ook college, raadsleden, ambtenaren en niet in de laatste plaats mijn familie die het mij in de gelegenheid heeft gesteld om dit te doen. Bedankt. En een nieuwe raad, succes.
Ja, dan blijven we maar even bij het CDA. Want Geert-Jan Zuur heeft al treffend geschetst wat er dan vervolgens in de fractie enorm, in zijn fractie in dit geval, enorm toe bijdraagt dat het toch allemaal goed blijft lopen. Gerard Wessel, ook jij neemt na 4 jaar afscheid en Geert-Jan heeft al toegelicht wat daar jouw motieven voor zijn geweest. Ik moet wel zeggen, we waren jou gewend vanuit het college. Als voorzitter van, voormalige voorzitter moet ik dan zeggen, van plaatselijk belang Steenwijksmoer. We konden ons nauwelijks voorstellen dat we die man hier in de raad vervolgens zagen. Want in Steenwijksmoer had je altijd de eerste om wat te zeggen en het langste wat te zeggen. Die rol had je duidelijk niet voorgenomen om daar in deze raad niet te spelen. Ik vond dat wel mooi om te zien. Dat toont ook aan dat je heel goed inderdaad je besefte van ja, maar in zo'n gemeenteraad werkt het ook weer wat anders. Er is al op geduid door Gert-Jan treffend, denk ik, dat je natuurlijk volop gebruik hebt gemaakt van jouw brede ervaring in het maatschappelijk middenveld, in het bedrijfsleven, in de netwerken die in de Koe voor de Samenleving, veel breder dan Steenwijksmoer, daar hebben we het bij jou thuis wel eens over gehad, die inzichten met zich meebracht die ook wel heel erg nuttig zijn om die in te zetten en niet altijd per se hier in het podium van de raadsvergadering hoeven te gebeuren. Maar vooral, zoals Gert-Jan ook al duidde, met name ook in het voorbereidende werk en datgene wat nodig is om de fractie op een goede manier eraan bij te dragen dat die goed kan draaien en effectief kan opereren. Ja, ook jou zijn de lijfelijke fysieke aandachtspunten niet bespaard gebleven de afgelopen periode. Daar werd ook al wat naar verwezen. En dan is het ook verstandig dat je inderdaad je knopen nog een keer telt in de loop van zo'n periode. Ik heb er wel vertrouwen in dat de nieuwe CDA-fractie zich best wel redt met het feit dat er zo'n grote aderlating nu is. Maar Gert-Jan is er terecht daar wel wat zorgelijk over, maar dat komt omdat hij zichzelf natuurlijk ook verantwoordelijk voelt om in de nieuwe fractie dat weer voor elkaar te krijgen. Dat zal best goed komen. Gerard, dank voor jouw rol als raadslid. Inderdaad minder uitgesproken dan die rol als voorzitter van Plaatselijk Belang. Maar wel, juist in deze 4 jaar, waarin die Vereniging van Plaatselijk Belang zo'n cruciale partner waren voor ons als gemeentebestuur. Wel heel plezierig om iemand met diezelfde ervaring in ons midden te weten. Dat heeft ons alleen maar veel goed gebracht, denk ik. Gerard, mag ik je vragen naar voren te komen? Dan hebben we ook die mooie Simon Dijkstra kleurenhoutsnede. U weet wellicht, voor degenen die het nog niet weten, hij schijnt ook bij nu weer prinses Beatrix te hangen. En die heeft er verstand van, dus koester. Ik had 4 jaar geleden echt niet de ambitie om in de raad te gaan. Maar goed, ik zat in het bestuur van het CDA en dan kom je op de lijst terecht. En dan krijg je voorkeurstemmen en dan word je toch gevraagd. En dan vind ik ook, de VVD-fractie haalt er ook aan, je moet geen kiezersbedrog plegen. En als je A zegt, moet je ook B zeggen. Maar het was voor mij een heel andere ervaring. Ik had in het bestuur gezeten van de partij. Werd bouwmeester, haalde daan, jaren voorzitter van Plaatselijk Belang geweest. Dan zit je in een heel andere rol. En toen kwam ik in de raad. En toen dacht ik van, nou, ik moet toch mijn positie weten te bepalen. En het leek mij verstandig om gewoon wat meer vanuit de fractie wat te doen dan hier voor de bühne te doen. Maar ik moet zeggen, het was een zeer leerzame periode voor mij. Ik heb in heel veel besturen gezeten. Ik heb zo straks nog even gememoreerd. Mijn vrouw zei, stop, nou zo zeg je ze allemaal meer mee. Want ik geloof dat ik ongeveer 52 jaar lang in allerlei besturen en verenigingen heb gezeten. Dus ik vind het nu, ik ben net 72 geworden, ik vind het nu wel welletjes. Ik heb wat problemen gehad met de gezondheid, dat gaat nu weer goed. Maar ik denk dat het nou toch goed is om van mijn pensioen te gaan genieten. Ik dank iedereen voor de samenwerking de afgelopen 4 jaar. Ik wens zowel de nieuwe raad en de nieuwe fracties als de nieuwe college heel veel succes voor de toekomst. En doe vooral je best voor Koevorden. Bedankt.
Ja, dankjewel. Ja, dames en heren, in de categorie de raadsleden die inderdaad deze bestuursperiode afronden en nu moeten vertrekken of gaan vertrekken. Kom ik nu bij de fractie van BBC 2014 uit. Bij de dames van Derk, om het zo maar eens te zeggen. En Erik natuurlijk, maar ja. Ja, deze is misschien meer van Erik dan van Derk. Want ik ga het nu eerst over Bianca hebben. Nee, ik duid op het feit dat een reden van Bianca om nu te zeggen ik ben niet meer beschikbaar voor deze periode is dat ze samen met Erik natuurlijk eigenlijk ook weer een hele nieuwe beroepsmatige ontwikkeling meemaakt. En naast het feit wat zojuist is verklapt dat er ook nog een gezinsuitbreiding voor de eerste keer voor haar programma staat. Je weet nu bij wie je te raden moet gaan, Bianca. Is het wel een heel begrijpelijke overweging voor jou om te zeggen, het moest hier maar bij die 4 jaar blijven. Het is wel jammer, want wat ik wel mooi vond, naast het feit dat, en dat heeft mijn Driehuis al gezegd, Jannie Eijpma was het, die erop wees dat we deze raad meer vrouwelijke raadsleden hebben dan mannelijke raadsleden. Dat mag nog wel eens herhaald worden, want werd in de pers, ook de landelijke pers, nog wel eens de afgelopen jaren wat smalend gedaan over het achterblijven van gemeenteraden in dat evenwicht. En iedere keer dacht ik, ik heb ook nog wel een enkele keer een tweetje aangeweid, dacht ik van nou kom eens kijken in Coevorden, want volgens mij hoeven wij ons dus absoluut niet te schamen. Maar je bracht de gemiddelde leeftijd natuurlijk ook in één keer een behoorlijk eind naar beneden, samen met een aantal andere collega's. En dat is ook altijd wel mooi om te zien. Want dat geeft ook een iets andere inkleuring aan hoe je naar het raadslidmaatschap kijkt. Naar het werk als volksvertegenwoordiger. De karakterisering van jouw fractievoorzitter over jouw politieke positionering. Wat was het? Rechts, hè, geloof ik. Kijk even naar mijn rechterkant. Dat laat ik maar even voor wat dit is. Inderdaad, ik herken zeker, en jouw collega's herkennen dat, dat in ieder geval jouw bijdrage altijd heel erg beknopt en to the point was. Ook dat is denk ik een goede eigenschap die past bij deze streek. Het is in die zin jammer, dat je, maar wel begrijpelijk, dat je die keuze hebt gemaakt. Dank voor je rol en bijdrage. En een stukje extra wandversiering kan op die pas gerenoveerde woning vast nog wel gebruikt worden. De BMI-kamer zou ik niet meteen adviseren. Maar misschien wil je naar voren komen om ook met dank deze kleuren zevendruk in ontvangst te nemen. Dankjewel voor de mooie woorden. Ook dankjewel Dirk voor de mooie woorden. Mijn keuze om inderdaad een stapje terug te doen heeft te maken met het feit dat ik vandaag 16 weken zwanger ben. Dus ik heb gedacht even iets rustig aan te moeten doen. Wat niet uitsluit dat ik weer terugkom mocht er een plekje vrijkomen ooit de komende 4 jaar. Want ik merk toch wel als de verkiezingen dan zo zijn geweest dat het wel weer heel erg aantrekt om te denken, ik wil toch weer een plekje hebben in die raadzaal. Dus wie weet. Ik wens jullie in elk geval allemaal heel veel succes. Ook voor de nieuwe raadsleden zometeen. En dank jullie wel voor de fijne samenwerking. Ja, dan naar Diana. Een van de raadsleden die voor wie het intreden in deze raad eigenlijk een beetje voelde als een iets wat je al eerder gedaan zou kunnen hebben, maar wat niet zo was. Maar het feit dat je, zoals al gemeld, natuurlijk ook voor gemeente in gemeenteland werkzaam was, heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen. Als Drentse Brabander voelde je snel, denk ik, hier op je plek. En nu als lijstduwer op de lijst overduidelijk dat het niet de bedoeling was om terug te komen. Maar jij werd altijd wel heel erg overtuigd als het ging om inderdaad de inhoudelijke kant van veel van de voorstellen. Want je wist nu precies waar het over ging en hoe je nota's, niet alleen de regels, maar soms ook tussen de regels door moest lezen. Om te achterhalen waar het misschien, waar het de finesse nou net in schuilde, of het politieke punt in zou kunnen zitten.
Je hebt natuurlijk ook die ervaring meegenomen hier in jouw raadswerk die je als secretaris van Dorpsbelangen had. Daar in dat uiterste noordelijke puntje, ongeveer aan de gemeentegrens gelegen, in de Kiel. Het is wat dat betreft mooi hè, dat we die geografische spreiding in de afgelopen periode ook hadden in de Raad. Ook dat moeten we nog eens even bezien of dat nog een aandachtspuntje gaat worden in de komende periode. Je hebt in ieder geval nooit als met een heel beperkte noordelijke blik laten kennen, Diana. Altijd zeer inhoudelijk, ook wel kritisch, vanuit diezelfde ervaring denk ik wel, te verklaren. Jammer dat je ons gaat verlaten. Die kennis en ervaring die kunnen we altijd goed benutten. Elke ervaringen van hoe het in andere gemeenten reilt en zeilt. Daar kan straks bij Betty Hogeveen ook nog wat over gezegd worden. Maar dat verrijkt ons alleen maar. Dat heeft ons de afgelopen jaren verrijkt. Dank daarvoor. En ik geef je ook graag de kleurenzeefdruk mee. Veel succes voor de fase hierna. Dankjewel. Oh, hij is prachtig. Ja, hij is mooi. Mooi. Ja, je hebt het laatste woord. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Goed, 4 jaar geleden kwam ik die raad inschieten. Dat was toch ook wel een beetje onbedoeld. En ik kan me nog herinneren, we werden niet zo hartelijk ontvangen. Want volgens mij zei de VVD toen heel venijnig, jullie komen bij het raam te zitten. En dat raam, dat is zomers bloedheet en 's winters zit je daar te bevriezen. En ik moet zeggen, ik heb het vanavond koud. Maar ik denk, ze hebben verdomd nog gelijk ook gekregen. Maar dat kan ook een stukje emotionele kou zijn. Dus het doet me wel wat dat gaat vertrekken. Zo simpel is het. Maar Bert geeft al aan, je woont in het noordelijkste puntje. Ik werk in Zuidwest-Drenthe. En bij elkaar werd het allemaal wat veel gewoon. Dus tijd om te vertrekken. Ik denk dat we heel veel hebben bereikt in onze gemeente de afgelopen 4 jaar. En ik ben bijzonder trots op wat we in de samenleving hebben weten te ondersteunen. De hele beweging die op gang is gekomen. Al die actieve dorpen die keihard werken aan zichzelf en de omgeving. Ik was gisteravond in de Kiel. Ik denk, nou, we worden alsnog de bok. Want armen en benen hingen buiten omdat het dorpsbudget besproken werd. Ik denk dat wordt de grootste verbouwing nog, hè, in ons kleinste dorpshuisje. Dus ik ben ontzettend trots op wat we op dat punt hebben weten te bereiken. Ga ermee door, daar wens ik jullie alle succes mee. De nieuwe fractieleden ook, heel veel succes, geniet ervan. En wie weet doen we over 4 jaar weer mee. Dank jullie wel. Mooi, dankjewel. Ja, en de laatste van de dames van de BBC die vanavond afscheid nemen, Harma. Ook zo'n lid van de scharen van mensen die weten hoe het in onze agrarische stand eraan toe gaat. Daar aan die mooie rand van het dorp in Noordsleen, gesitueerd. Een mooi uitzicht op de S. In een iets andere fase dan de dames die we hier eerder hebben toegesproken, want die zitten nog volop in het moederschap. En voor jou geldt het grootmoederschap inmiddels. En dat heeft ook zo zijn charmes. Sommigen zeggen mij dat je daarnaar moet uitzien omdat het nog veel leuker is dan het ouderschap, maar dat durf ik niet in het openbaar te zeggen, dat snapt u. Maar je bent die afgelopen 4 jaar heb je niet onbetuigd gelaten. Lid ook van die werkgroep Grip op bestuurlijke vernieuwing geweest. Op allerlei plekken zichtbaar geweest. En je had oorspronkelijk niet bedacht dat je inderdaad zou toetreden tot deze raad. Maar dat werd het toch. En we hebben nooit in jou bespeurd dat je dat eigenlijk een beetje als verrassing en tegenheugenmeug hebt gedaan. Dat gold ook voor anderen, want het is niet een heel onbekend verschijnsel hier dat sommigen toch tot ambt geroepen zijn geworden. Maar mooi dat je het gedaan hebt en de manier waarop je het gedaan hebt. Dank daarvoor en ook voor jou graag de kleuren houtsnede.
Dank u wel, voorzitter, voor de mooie woorden. Het was inderdaad voor mij ook wel even schrikken 4 jaar terug. Zeker niet de ambitie om de raad in te gaan. Maar goed, dat is vanavond vaker gezegd. Wie A zegt, vind ik, moet ook B zeggen. Dus ik heb het ook gedaan. Ik heb heel veel geleerd. Ik vond het een hele prettige samenwerking, vooral met mijn fractieleden. En ik wens jullie alle goeds voor de toekomst. Dank jullie wel. Ja, dames en heren, we blijven nog even in de categorie vrouwen. De beeldbepalende vrouw in deze raad, maar dan iemand die nog langer heeft gezeten dan die 4 jaar. Irma Eidens, je ziet al, het gaat nu over jou. En het is al door je fractievoorzitter genoemd. Al eerder lid geweest van de raad. En dan toch nog, hoewel toendertijd goed gemotiveerd en begrijpelijk afscheid genomen. En dan toch in 2014 weer terug. In deze raadsperiode vol overtuiging, denk ik ook. Dat komt ook omdat je met enige zorg over de vraag of je dat persoonlijk wel goed af zou kunnen gaan. Zo moet ik het misschien betitelen. Maar tegelijkertijd ook al met een vastberadenheid die ik bewonder. En ook geloof in datgene wat anderen om jou heen zeiden. Van nou, doe het maar gewoon, je kunt dat wel. Dat voorzitterschap van de commissie ingenomen. En daarmee ook lid van de agendacommissie geweest. En dat in de wetenschap dat nou ja, jouw persoonlijke, je privé en je arbeidszame leven nou, niet echt geweldig veel meer ruimte hadden gegeven dan dat het eerder aanleiding was geweest om te zeggen, nou, het wordt wel een beetje erg veel. Je bent inderdaad ook nog een keer overver werkzaam geworden, nog veel verder dan je al was. De zegens heeft al geschetst, Laurent, hoe dat in de praktijk dan af en toe al ingewikkeld genoeg was. Volgens mij heb jij ook deel uitgemaakt van ons bezoek aan Brussel, ook in die open dagen. Dus we verliezen wel veel ervaring op deze avond in één keer. Daar moeten we wel wat aan doen. Maar ook, dat geloof ik graag. Maar het soort commitment inderdaad spreekt daaruit van een vrouw die het inderdaad past om te zeggen, ik ga voor mijn 50e gewoon nog een keer die marathon New York lopen. En dat ook nog gewoon doet. En het er ook nog voor over heeft om dan een begrotingsvergadering te missen. Nou goed, dat zei je dan maar vergeven. Dat is toch wel een bijzonder unieke ervaring die je ook maar één keer in je leven misschien op kan doen. Dus mooi. Ook actief in de werkgroepen die we hier als raad de afgelopen jaren zo veelvuldig hebben gehad. Daar heb ik eerder in sommigen al wat eerder gezegd. Ik zal er straks in het algemeen nog iets over zeggen. Mooi om te zien. Ook jij hebt de technische kwaliteiten van onze ambtelijke organisatie wel eens wat tot het uiterste gemanipuleerd of afgedwongen. Misschien moet ik dat zo zeggen. Want op een gegeven moment was het echt niet anders mogelijk om ergens aan deel te nemen. Een themabezoek was het, geloof ik. Met een soort van videoconferencing. Ja, dat was al van een modernigheid die we nog niet eerder hadden meegemaakt. Maar het kwam uiteindelijk toch wel goed, dacht ik. Die ervaring, soms moet je dit soort ervaringen afdwingen. En dat past ook wel een beetje bij jou, Irma. Ook hiervan is al gezegd door Laurent, begrijpelijk dat je nu opnieuw die keuze maakt die je hebt gemaakt. Maar zeer veel dank voor datgene wat je hebt bijgedragen aan ons werk hier in de gemeenteraad van Coevorden. En veel succes in je komende jaren. We gaan je vast en zeker ook weer terugzien. Ja, dan sta ik hier voor de tweede keer om afscheid te nemen van de gemeenteraad. Inderdaad, 2006 ooit gestart. En ik kan Bianca alleen maar goed advies geven dat het verstandig aan doet om nu niet in de raad te gaan. Want ik ben bij mijn jongste inderdaad een week na de bevalling de raad ingegaan. Is niet handig. Dat raad ik niemand aan. Maar goed, inderdaad, 2010 op zich wel weer opnieuw herkozen. Weer volop zin om verder te gaan in die gemeenteraad, maar persoonlijke privéomstandigheden noopten mij toe om daarmee te stoppen. De gezin had mij toen nodig thuis. In 2014 had ik echt wel heel veel zin om weer de
kant van de politiek op te gaan. Het bleef toch trekken. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij allerlei zaken die spelen in de gemeenschap. Maar ik kon toen niet bevroeden dat ik al binnen niet al te lange termijn in het Westen aan het werk zou gaan. Ja, en dat is toch een lastige opgave om dat te combineren, om je werk goed te doen. En met name ook de volksvertegenwoordiger taak. Ik schiet daar gewoon niet tekort. Ik merkte gewoon, ik ben te weinig zichtbaar. En dan moet je voor jezelf het besluit nemen. Dat kan niet. Ik bedoel, als je raadslid bent bij je volksvertegenwoordiger, moet je zichtbaar zijn. En ik kan dat gewoon niet waarmaken. Dus dan moet je de keuze maken. We stoppen ermee. Ik blijf gelukkig nauw verbonden met Koevoer op allerlei fronten. En inderdaad, de grachtenloop. Ben vandaag eigenlijk begonnen als toegevoegd aan het team van de landelijke retailagenda. Dus in die zin, Koevoer heeft natuurlijk ook een retaildeal gesloten, dus zal ik daar indirect ook nog bij betrokken zijn. En achter schermen zal ik hopelijk ook de fractie nog blijven ondersteunen. En ja, ik vind het ontzettend leuk om te zien dat we een hele mooie nieuwe fractie hebben. Fris en fruitig. En ik wens hen heel veel succes. Maar dat wens ik eigenlijk iedereen, zowel privé als zakelijk. Maak er met elkaar wat van. En voor de toekomst van Koevoer heel veel succes met alles. Bedankt. Dank u wel. Ja, dan de categorie raadsleden 8 jaar of meer. Dienstjaar achter de rug. En Bertie gaat er al even voor zitten. Je zat al te rekenen. Jij dacht, ja, nou moet het wel zomaar weer klaar zijn. Ja, ja, Joop Vond zei het al. Je zult gemist worden. En dat denk ik ook zeker. Want jij was typisch zo'n vertegenwoordiger van het raadslid als dat ongeveer overal opduikt. Waar zich een thema van enige relevantie zich afspeelt. Ook daar, ik zei het net al in de richting van de ervaring die Diana inbracht. Ook daarin was goed merkbaar dat je natuurlijk ook gewoon wel wist hoe het in de gemeentelijke omgeving draait en rijlt en zeilt. Daar kunnen we als raadsleden dat inbrengen natuurlijk alleen maar heel erg ons voordeel mee doen. En dan staat of valt natuurlijk ook met de manier waarop dat gebeurt. En die manier, ook dat liet Joop wel doorschemeren in zijn schets, was natuurlijk altijd een hele plezierige manier, ondanks jouw wat chaotische aard. Er was altijd wel iets kwijt, zullen we zeggen. Maar dat heeft nooit verhinderd dat jouw bijdrage altijd heel erg precies en scherp was. En to the point. En ik weet ook dat je ook in het werk binnen de fractie van geweldige betekenis bent geweest. Ook in de richting van de jongere fractieleden. Om te zorgen dat de fractie als een geheel ook goed in politieke zin zeg maar, uit de verf kon komen. Daarnaast was je er ook niet wars van om het initiatief te nemen hier en daar. Themabijeenkomsten zijn natuurlijk heel veel gebruikt geweest de afgelopen periode. Over thema's die jou ook zeer na aan het hart liggen. En niet alleen bij jou, maar ook bij zeer veel collega-raadsleden. Dat bleek ook wel bij de opkomsten vervolgens bij die themabijeenkomsten en de betrokkenheid daarvan. Je zou kunnen zeggen, daarmee samenhangend was ook het lidmaatschap van heel veel van die activiteiten. Lid van de Rekenkamercommissie, om er eens wat te noemen. Maar ook die werkgroep en zelfs het initiatief grip op regionale samenwerking, klankbordgroep sociaal domein. Het is een getuige van het feit dat je echt precies scherp had waar je het over wilde hebben. Die hoek van de gemeentelijke organisatie, het sociaal domein, de belangen die daar zich afspelen. En de financiële context waarbinnen zich het een en ander afspeelt. Geschetst is dat er natuurlijk een hele plausibele reden is waarom je straks ook al niet meer zou voldoen aan de reden om aan de eisen die aan een raadslidmaatschap worden gesteld. Als je gaat verhuizen naar buiten de gemeente, ja, dan houdt het gewoon op. Maar we zullen je inderdaad, en daar begon ik mee, ik herhaal het, zeer missen. Dank voor de geweldige brede bijdrage die je hebt verleend en de manier waarop je dat hebt gedaan. En ik graag overhandig ik die dank in de vorm van de kleuren zeefdruk. En het laatste woord.
Dankjewel Bert en ook Joop voor de lovende woorden. Ik weet nog wel dat ik het 8 jaar geleden, toen ik hier net voor het eerst stond, dat ik het echt ontzettend eng vond om hier in die raadzaal te spreken. Dat is daarna wel overgegaan, maar... maar goed, zo'n 12,5 jaar geleden kwam ik hier naar de gemeente Coevorde, naar Geesbrug, om een nieuw leven hier te beginnen. En nou, al heel snel, ik weet niet hoe, ik geloof na een paar maanden, kwam Ria Besseling. Nou, die is wel bekend bij de meeste mensen hier. Die kwam naar mij toe of ik toch niet politiek actief wilde worden binnen de PvdA. Want ik was wel lid daarvan al. Nou ja, dat heb ik toen gedaan. Ik had ook zoiets van eerst even kijken hoe de sfeer is. Want daar had ik in Schiedam wat minder prettige ervaringen mee. Maar ik moet zeggen dat nou ja, dat is echt een verschil van water en vuur. Dat is echt super geweest hier. Nou, ik heb dus toen ook al na een paar jaar gezegd van nou, ik wil wel de raad in. Ik had al wat ervaring in de deelgebiedscommissie, plattelandsontwikkeling. Daar had ik Gerard onder andere ook al ontmoet. En ook in Coevorde de nodige mensen en organisaties leren kennen al. Nou, ik moet zeggen dat ik geen dag spijt heb gehad dat ik naar Drenthe ben gekomen. En ook geen dag spijt dat ik hier in de raad ben gaan zitten. We hadden gewoon een ontzettend leuke fractie in de eerste periode, maar zeker ook in de tweede periode. Ik denk dat Joop en ik een goed tandem vormden. En samen met dan onze jongere fractiegenoten, en Michel, Nina, en met de brede steunfractie die we hadden, hebben we gewoon hard gewerkt, maar ook heel veel kunnen bereiken. Ik moet af en toe even spieken. Ja, gelukkig, ja, dat is wel heel belangrijk. Gelukkig is onze verkiezingscampagne niet alleen leuk geweest, want ook daar hebben we heel veel gelachen. Maar heeft het ook resultaat gehad en zijn we met 4 mensen weer teruggekomen. En dat maakt in ieder geval voor mij het afscheid nemen hier wel een heel stuk leuker en gemakkelijker. Gilbert, je zit op de tribune, dus ik denk inderdaad dat jij, of ik hoop in ieder geval dat jij gauw erin komt ook. En dan is er weer een fantastisch mooie fractie. Ik zal jullie echt ontzettend missen. En dat zowel gewoon de sfeer in de fractie, ook met Joop samen. En zeker ook de borreltjes na afloop van de vele vergaderingen in het café. En daar waren we wel stamgast. Ik heb de sfeer en de samenwerking in de raad en ook met college altijd heel prettig gevonden. Voor mij was het ook heel belangrijk dat het college in deze periode ook die nieuwe manier van besturen, de nieuwe manier van omgaan met burgers, met inwoners, met groepen, dat dat echt goed uit de verf is gekomen. En ook de collegialiteit onderling binnen het college, Bert en de drie J's, nou dat was... Voor mij was dat gewoon heel belangrijk om ook lekker te functioneren en om heel enthousiast te kunnen blijven ook. En dat geldt ook voor de samenwerking in de raad zelf, raadsbreed, over de lijn van coalitie en niet-coalitie heen. Nou, dat heb ik altijd erg prettig gevonden. Ik heb, en dat wil ik toch wel even zeggen, ik heb in de afgelopen jaren ook ontzettend veel respect gehad voor de fractie van PAK. En dat wil ik hier noemen, omdat ik echt ontzettend baal dat jullie nu eenzetel moeten inleveren. Jullie hebben gewoon een echt heel veel inzet gehad de afgelopen jaren. En een heel constructieve houding. En ja, ja, je weet, zo is de politiek. Je krijgt niet altijd wat je verdient. Maar ik hoop dat jullie over 4 jaar weer een zetel terugwinnen. Alleen niet de kosten van ons. Nou, dat is... ik wil... Ja... Nee, ik heb het vorige week ook al gezegd. Hè? Ja. Ik wil met name op sociaal domein heb ik natuurlijk gewoon heel veel, ben ik heel actief geweest, maar ook samen met anderen. En ik wil jullie allemaal daarvoor danken. Ook Johnny in de werkgroep Armoedebeleid, alle anderen. En zeker Herman, top. En ook Laurent, want Laurent, wij hadden aardige discussies over de reserve, sociaal domein en dergelijke. Maar ondanks dat gehakketak mochten wij elkaar denk ik best wel erg graag. En heb ik jouw sociale inborst nooit betwijfeld. Ja?
Bert noemde het al en Joop ook, de Rekenkamercommissie. Ik wil even Karel bedanken en de rest van de Rekenkamercommissie. Maar jou speciaal omdat jij altijd de grote ondersteuner daarvan bent geweest. En ook van onze werkgroep Grip op Samenwerking. Arnoud die kwam daarbij al aan de orde. Het was fijn dat jij die kar ging trekken van Grip op Samenwerking. Heb je ook hartstikke goed gedaan. Het is wel een van de punten waar ik nog even aandacht voor wil vragen. Ook van de nieuwe raadsleden. Probeer alsjeblieft je daarin te verdiepen. Die regionale samenwerkingsverbanden, dat is gewoon een ontzettend taaie kost. Het is soms ontzettend lastig. Maar daar spelen zich belangrijke, hele belangrijke taken van de gemeente in af. Gezondheid, veiligheid, waar wij als gemeenteraad ook verantwoordelijk voor zijn en blijven. Daar gaat ook ontzettend veel geld in om. Dus laat alsjeblieft dat onderwerp niet liggen en ga met z'n allen zorgen dat we er nog meer op dat jullie er nog meer grip op krijgen. Ik hoop dat er een aantal raadsleden zijn die kar ook echt willen gaan trekken de komende tijd. Ja, ik zie iedereen al knikken. Gelukkig blijf jij en gelukkig blijf Joop. Er zijn er al een paar. Ik wil in ieder geval ook de ambtenaren van de Griffie bedanken en alle andere ambtenaren van Sociaal Domein, Financiën en de anderen. En het laatste punt waar ik toch nog even op in wil gaan, dat is de jeugdraad. Ze zijn er geloof ik niet, maar ik zie ze nog wel regelmatig. En ik ben zelf mijn werkzame leven, zeg maar, begonnen als jongerenwerkster ooit. En daarom heb ik ook die jongerenraad met veel belangstelling gevolgd. Ik daag het college en de raad uit om die jongerenraad echt de ruimte te geven die ze nodig hebben en die ze ook willen hebben om zichzelf door te ontwikkelen en dus niet vast te of in te kaderen in allerlei procedures en regeltjes. Geef ze alsjeblieft de ruimte. En ik daag de jongerenraad uit, ook al zijn ze er niet, om op één punt naar Marco te luisteren. En dus, dat is dat ze eigen gereid moeten blijven zijn, dat ze de eigen weg moeten volgen en dat ze de eigen ondersteuning moeten zoeken. En ik hoop ze tegen te komen, misschien in Midden-Drenthe binnenkort, als ik ga proberen om daar ook jongerenraad van de grond te krijgen. Goed, allemaal nogmaals bedankt en maak goed voor de samen nog mooier, socialer en gezonder dan het nu is. Dank jullie wel. Dankjewel Betty. Ik zou bijna zeggen, ga eens buurten bij mijn collega Mieke Dansma. Die woont ook in Smilde. Dus dat moet bij de bakker makkelijk kunnen, lijkt me. De volgende. Jannie. Ja. Jannie, ook 8 jaar hier in deze raad aanwezig en ook zichtbaar aanwezig. In wisselende samenstelling, je wees er al op, begonnen met Art Metz. Een heel ander soort duo dan er nu zit, kunnen we ook wel vaststellen. Ik vond het wel mooi dat je zelf ook al jezelf karakteriseerde net. Ja, ik ben nou eenmaal geen haantje. Tegelijkertijd wilde je zo graag. Dat was ook overduidelijk. Want je had wel een eigen verhaal te vertellen. Ik proefde daar ook wel enige frustratie uit toen ik kort geleden nog maar een verzuchting op de Twitter tegenkwam. Van nou, een van de weinige keren dat ik in het Dagblad van de Noorden voorkom. En dat was in het overzicht van de gemeenten in Drenthe. Ik geloof dat ging inderdaad over de vrouwelijke raadsleden. Uit die opmerking die je er zelf... Het is je eigen commentaar. Ik kan het vrijelijk citeren. Dat zegt inderdaad wel veel over hoe jij, denk ik, dat raadslidmaatschap hebt willen benutten. Om inderdaad zichtbaar te maken waar jij voor stond. Waar jouw partij voor staat. Tegelijkertijd op een manier die af en toe een beetje voor ons gevoel, denk ik, wat tegen jouw natuurlijke manier van doen in is gegaan. Want dan stond je daar als fractievoorzitter, als boegbeeld, bij een algemene beschouwing en proberen de raad mee te nemen in zaken die naar jouw vaste overtuiging echt moesten. En ja, en je knikt al, je schudt alweer een beetje vertwijfeld het hoofd. Dat was toch bijster ingewikkeld. Maar je hebt het zelf ook al aangegeven, veel bereikt, meest op de achtergrond, woorden ook, en in samenwerking met anderen. En die eigenschap heb je gelukkig ook. Dat je uitnodigt om veel in samenwerking te doen. Betty verwees er ook al naar. Naar de vele activiteiten die in werkgroepverband plaatsvonden. Ook op de thema's die jou zo na aan het hart gingen. De positie van jeugd. Als je
jezelf jonge ouderen noemt. Want zo heb je jezelf wel eens betiteld, geloof ik, in de interne partijorganen. Dan mag dat ook tot uitdrukking komen in de manier waarop je dat gezicht van jouw fractie hier voor zo lang bent geweest. Ook voor jou geldt, je hebt er net al iets over gezegd, dat je ook je eigen lijf in de gaten moet houden. Zeg van, is het nogal verstandig als ik nog maar doorga, nog weer bijteken voor een periode van 4 jaar. En begrijpelijk dus dat je die keuze anders hebt gemaakt. Betekent ook dat we vandaag afscheid van jou moeten nemen. We zullen jouw eigensoortige inbreng zeer missen. En we wensen je natuurlijk alle goeds in je privéleven. En hou die betrokkenheid vast op die thema's. Die verdienen het en die verdienen de aandacht. Dus graag geef ik jou ook de dankzegging in de vorm van de kleuren zeefdruk mee, Jannie. Nou, ik heb net al alles gezegd. Ik heb iedereen al bedankt. Ook ik ben lid geweest van de Rekenkamercommissie. En ook Karel heeft daar een hele grote rol in gespeeld. Dus ook die wil ik nog even bedanken. Ik zeg net tegen de burgemeester, ja, maar hij is bij mij nooit op de koffie geweest. Maar dat was van na die tijd, wordt mij gezegd. Oké, ik ben iets te lang hier om de burgemeester op de koffie te krijgen. Nou, maar misschien komt dat nog. Ja. Ja. Ik wil alle nieuwe raadsleden net zoveel plezier toewensen als dat ik hier gehad heb al deze dagen. En de zittende raadsleden, neem mee wat we de afgelopen 4 jaar gedaan hebben. Neem mee wat we bereikt hebben. En neem de nieuwe raadsleden mee in de flow waar Coevorden nu in zit. Ik dank jullie wel. Dankjewel. Ja, die gewoonte die dateert van inderdaad het begin van deze bestuursperiode. Maar het is nooit laat om daar nog een keer een soort aanvullend programma op te ontwikkelen, zullen we zeggen. Ja. Ik begin bij Dirk. Ja. Herman, ja. Het is wel mooi als collega raadsleden je zelf al benoemen, Herman. En je al dus ook gewoon herkenbaar bent, hè, in de rol die je hebt gespeeld als raadslid. Ik denk dat het een beeld is die velen van ons zullen herkennen. Je hebt ongelooflijk veel aandacht gegeven aan de thema's die jou aan het hart gaan. Ik heb intern wel eens gezegd, godzijdank is hij inmiddels een beetje buiten het arbeidszame, de vaste perikelen van een baan gekomen. En kan hij ook die inzet plegen. Dat heeft ons geweldig veel gebracht, denk ik, als gemeente. Dus grote dank daarvoor. Je hebt nou eenmaal in de mengelmoes van beschikbare capaciteit als raadsleden kennis kunnen, maar ook beschikbaarheid is dan een belangrijke factor. En je bent bepaald een zeer enthousiasmerend raadslid geweest om thema's echt volop aandacht te geven. Kijk ook even naar de werkgroep waar Geert-Jan Zuur de voorzitter van was, maar waar jij allerstevigst beeld ook hebt neergezet van jouw eigen betrokkenheid. Je was ook op Twitter buitengewoon actief. By far de meeste tweets heb ik me laten informeren. Bijna 5000 in de afgelopen 4 jaar als raadslid. Dus dames en heren, nieuwe raadsleden, als u voornemens bent om te blijven twitteren, dan is dit ongeveer het record wat thans staat. Dus u bent uitgedaagd om Herman wat dat betreft te verbeteren. Maar ik zou zeer willen dat u niet alleen twittert, maar ook doet. En dat heeft Herman zeker laten zien. Jij was de opvolger van Bernard Ensink toen die vertrok. Geroepen door het werk, de onmogelijkheid van de combinatie van zijn werk in Brussel. Je werd fractievoorzitter toen Cor Rosien ermee ophield.
met name ook het sociale gezicht van Coevorden en de betrokkenheid op inderdaad datgene wat in samenleving speelde, sloot natuurlijk ook geweldig aan bij wat een actueel thema de afgelopen 4 jaar is geweest hier. Volgens mij paste jou dat heel erg goed, dat het ook een mooie agenda was waar jij te volle je eigen belangstelling voor die thema's kon etaleren en ook kon invullen in samenspraak met de collega's uit de raad en dat op een buitengewoon plezierige wijze en zoals het zojuist al werd verteld. Dus heel veel dank daarvoor. Nogmaals, je hebt echt daarmee een grote impuls gegeven aan significante ontwikkelingen hier. En dat zullen we missen. Ik wou je graag hier dat artistieke bewijs van dank overhandigen in de wens dat nog heel lang van jouw betrokkenheid, en dat heb je eigenlijk al gezegd, of dat is eigenlijk al gezegd, die betrokkenheid zullen blijven kunnen genieten van enige afstand. Ja, dat is voor de foto wel handig. Ja, zo. Moet je een kus geven? Nee. Mag ook. Dat doen we niet ingewikkeld over. Dank je wel. En een bloem. Alsjeblieft. Ja. Ik heb alles even opgeschreven. Gelet op mijn leeftijd. Maar ik wil eerst Betty even bedanken voor de mooie woorden richting PAK. Hartstikke bedankt. En wat betreft de samenwerking, het is wederzijds geweest. Voorzitter, ook de laatste keer. In de eerste plaats wil ik iedereen, college, fracties, ambtenaren en inwoners bedanken voor de samenwerking in de afgelopen bestuursperiode. En wat die samenwerking binnen de raad heeft opgeleverd, is te lezen in het overdrachtsdossier van de huidige raad aan de nieuwe raad. Hierin worden conclusies getrokken, aanbevelingen gedaan die hopelijk door de nieuwe raad worden opgevolgd. In het overdrachtsdossier wordt veel aandacht besteed aan de bestuurlijke vernieuwing die in de afgelopen periode tot stand is gekomen en terecht. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om samen met de inwoners te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de relatie tussen bestuur en inwoners te versterken. Dit proces is nog niet af. Belangrijke conclusie is dat de aandacht voor bestuurlijke vernieuwing breed wordt gedragen door alle huidige raadsfracties en de meerwaarde heeft voor het functioneren van de gemeenteraad. En aanbevolen wordt in de komende bestuursperiode te blijven inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving. Daarom is een werkgroep bestuurlijke vernieuwing, wat ons betreft, wat mij betreft, in de nieuwe raadsperiode dan ook zeer gewenst. Als PAK staan we echter deze conclusie en aanbeveling en zijn in die zin blij dat een door ons ingediende motie, waarin wordt geconstateerd dat het proces van bestuurlijke vernieuwing de komende jaren door moet gaan, door de raad unaniem is overgenomen. In de afgelopen bestuursperiode is gebleken dat het reguliere raadswerk en het deelnemen aan raadswerkgroepen in welke vorm dan ook veel tijd en energie heeft gevraagd van raadsleden. En dat was ook nodig. De overheveling van overheidstaken naar de gemeente, de 3D's, decentralisaties, het als raad greep houden op gemeenschappelijke regelingen en bijvoorbeeld hoe om te gaan met dorps- en wijkbudgetten waren belangrijke thema's, en ik noem er maar een paar, om als raad in mee te denken en beleid te ontwikkelen. In de komende bestuursperiode zal er niet, volgens mij, niet veel anders zijn. En naast de bestuurlijke vernieuwing dienen zich alweer andere belangrijke onderwerpen aan. En opnieuw zal het veel tijd vragen van raadsleden. Als ik kijk naar de afgelopen raadsperiode, hebben we het dan over ongeveer gemiddeld 20 uur per week. Ik heb het met veel plezier kunnen doen, maar voor een raadslid met een fulltime baan is het eigenlijk niet te doen. En ik heb respect voor degene die het gelukt is. Daarom mijn oproep aan de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad om in VDG en VNG-verband dit punt aan de orde te stellen en gezamenlijk bij de minister van Binnenlandse Zaken ervoor te pleiten dat ongeacht het aantal inwoners van de gemeente er voor alle raadsleden een vergoeding beschikbaar komt om bijvoorbeeld een aantal uren per week minder te kunnen gaan werken ten voordele van hun raadswerk en dus ook ten voordele van onze gemeente. Een andere mogelijkheid is om per fractie voor een aantal uren per week een fractieassistent aan te kunnen stellen die bepaalde voorbereidende werkzaamheden voor de raadsleden kan verrichten. Dit telt natuurlijk niet voor fracties met 9 of meer zetels. Moet betaalbaar blijven. Ja, 9 of meer. Ik wens college en raad voor de komende bestuursperiode veel daadkracht toe om samen met inwoners van Coevorden ervoor te zorgen dat het in onze gemeente nog prettiger wonen, werken en recreëren wordt. Voor stad en dorp
en voor jong en oud. Dank je wel. Ja, dankjewel Herman. Dames en heren, we zijn aan de laatste twee van de 16 toe. Die bevinden zich allemaal hier onder mijn directe bereik. Ik begin bij Laurent Zegers. Gaf het zelf al aan. Behoort in dezelfde categorie als Herman, de recyclebare politici. Die ervaring die manifesteerde die volgens mij ook voor iedereen duidelijk zichtbaar door menigmaal volstrekt zonder papiertje hier achter het spreekgestoel te plaats te nemen en in politieke zin eventjes heel precies aan te geven waar hij vond dat zijn fractie zich zou moeten positioneren. En dat getuigde van die ervaring die je toen al hebt opgedaan en wat in een hele, denk ik, mooie ambiance hier in deze mooie zaal, maar ook met raadsleden die dat ook weten te waarderen, kon plaatsvinden. Af en toe schuwde je het grote gebaar niet, Laurent. Pontificaal opstappen en de zaal verlaten, dat haalde ook wel de krant. Nou, dat was misschien ook al gecalculeerd. Dat mag ook, als het maar niet te veel wordt, want dan hebben we een goed gesprek nodig. En zover is het nooit kunnen komen, gelukkig gekomen. Ten slotte is dit wel, dames en heren, een mooie illustratie van waar we de komende 4 jaar, wat mij betreft, ook wel aandacht aan te besteden hebben. Hoe we ook zichtbaar blijven maken dat, ondanks alle eensgezindheid op bepaalde inhoud, er ook toch wel sprake kan zijn en ook moet zijn van behoorlijke verschillende inzichten en vertrekpunten. En dat was de kunst die Laurent, denk ik, fenomenaal beheerste. Omdat met een enkele spitse opmerking nog eens even duidelijk iedereen aan verstand te peuteren, dat de manier waarop er vanuit de VVD-fractie naar dingen werd gekeken toch echt wel onderscheidend was dan die bij andere fracties. Sport als kerntaak. Het was de enige fractie die deze positionering in de kerntakendiscussie heeft gekozen. En ook consequent heeft volgehouden tot aan het bittere einde. En inderdaad, de discussies, de principieel discussies over, waar net al naar werd verwezen door Bertie Hogeveen, over hoe je tegen het sociaal domein en de financiering daarvan zou moeten aankijken, was dan ook zo'n mooi speelveld waar je die verschillen, die bestaande verschillen, ook mooi kon etaleren. En als dat met een beetje, zullen we op zijn trend zeggen, tong-in-cheek manier gebeurde, dan is dat ook nog, ook voor de publieke tribune aantrekkelijk. En die functie hebben we tenslotte ook. Het moet ook wel het aanschouwen waard zijn. Dus in die zin, moeten wij zorgen dat er geen slaapverwekkende vergaderingen meer zullen voorkomen de komende 4 jaar. Want we missen iemand als Laurent dan terdege. Of er moet een alternatieve Laurent Zegers opstaan in de komende 4 jaar. En die zijn er wel, zie ik nu aan de non-verbale bevestiging. Nou, daar verheug ik me dan op. Laurent, in die zin heb je een mooi voorbeeld neer weten te zetten. Heel veel dank voor de manier waarop je dat hebt gedaan. Altijd ondanks de geëtaleerde grote verschillen, uiteindelijk altijd op de coöperatie gericht. Dat vond ik ook mooi om te constateren. Altijd toch wel weer zoeken van, hey, waar zit nou de common, waar zit nou de gemeenschappelijke grond? Dat ook etaleren. Mooi, dankjewel voor die rol die je ondanks de betrekkelijke tegenzin waarvan je getuigde net toen je hiermee voor deze klus gevraagd werd, toen je hiermee begon, is het toch ons denk ik allemaal van beide kanten goed bevallen. Dank daarvoor en ook voor jou de kleurenzeefdruk. Bert, dank voor deze mooie woorden. Ik heb het al bij het begin gezegd. Ik wil in ieder geval in eerste instantie mijn vrouw danken. Zonder thuisfront kun je dit als raadslid niet waarmaken. Het moet stabiel zijn en je moet erop terug kunnen vallen. Dus dank voor mijn vrouw. Ze vroeg van moet ik vanavond komen. Ik zeg nou, dat lijkt me niet nodig. Blijf maar thuis. Komt allemaal wel goed met deze jongen. Maar zonder stabiel thuisfront is het lastig om te doen. Ik heb het met veel verve altijd gedaan.
Ik had natuurlijk een eigen panel iedere keer. Als iemand in de stoel kwam, kon ik rustig vragen van hoe die over Koevoorde dacht en wat hij ervan vond. Als ik het niet eens was, liet ik dat op mijn manier dan wel merken. Dus waarschijnlijk heeft mij dat ook wel een enkele stem gekost, maar dat komt uiteindelijk wel goed. Dus dat was wel grappig. Je kon altijd wel vragen aan mensen van wat vind je er nou allemaal van en hoe loopt het allemaal en dingen. En het probleem was natuurlijk ook dat je veel dingen hoorde die eigenlijk nog niet voor je oren bestemd waren. Dus ik was natuurlijk wel vrij snel of van een hoop zaken altijd op de hoogte. En kon dan ook weer vragen van hoe zit dat precies. Dus ik vind wel dat als ik een oproep mag doen aan het college, gevraagd en ongevraagd, heeft u een informatieplicht. En die informatieplicht, natuurlijk hebben wij ook als raadsleden een actieve plicht om te vragen. Maar als college vind ik wel dat u de eieren die u aan het uitbroeden bent, nou af en toe ook wel eens de temperatuur en hoeveel dagen u er al op zit, daarmee bezig bent. Dat als u dat ook deelt met de raad, dan is die interactie met de raad denk ik ook wel prima. Dus ik zou het college graag een oproep willen doen om daar toch eens een keer kritisch naar te kijken. Niet te wachten totdat het helemaal voor de raad klaar is. Zeker in de combinatie met hoe we nu met de burgers omgaan. Het interactieve aspect met de inwoners wordt vaak nu al in een vroegtijdig stadium gedeeld. Ja, dan denk ik ook dat u de raad in dat traject gewoon vroegtijdig, ondanks de rol die we hebben als controleur, vroegtijdig in dat traject wel mee zal moeten nemen. We hebben altijd gediscussieerd over een hoop zaken, maar het was altijd het belang van Koevoorde voorop. En daarom konden we ook elkaar altijd na afloop de hand schudden en nog een borrel drinken. En daarna gewoon weer een nieuwe discussie aangaan. Betty, het doet mij genoegen om te constateren dat ik erin geslaagd ben om met jou toch te zorgen dat we een keer over het basisinkomen een raadsbrede themabijeenkomst hebben gehouden. En ik geef jou de verzekering dat ik in mijn partij landelijk dat thema, wat nu nog een beetje vloeken in de kerk is bij mijn liberale volkspartij, dat te vuur en te zwaard in alle deuren die openstaan naar binnen zal brengen. Want ik geloof er heilig in dat we op een andere manier naar dat soort zaken moeten kijken. En juist vanuit het liberale gedachtegoed, zorg goed voor de mensen, dan gaan zij ook goed voor jou zorgen, vind ik dat dit soort aspecten daarbij horen. De wijze waarop verschillen we ongetwijfeld nog steeds van mening, maar het einddoel is voor mij en voor jou precies hetzelfde. En ik wens de nieuwe raadsleden veel succes de komende jaren. En als jullie het net zo leuk vinden als ik het gehad heb, dan komt het helemaal goed. En de zittende raadsleden en degenen die weggaan, dank voor de afgelopen jaren. Ik vond het zeer aangenaam om in jullie midden te mogen zijn. En wat mij nog van het hart moet, is dat degenen die toch met ziekte, met moeilijke thuissituaties, dat allemaal overwonnen hebben en toch bereid waren zich in te zetten voor de gemeente Koevoorde. Ik neem een petje voor die mensen af. Dank en tot ziens. Mooi, dankjewel Laurent. Ja, en daarmee, dames en heren, zijn we aan het pièce de résistance toegekomen van deze avond. Afscheid van Geert Roelers. Hoe neem je afscheid van iemand die al 32 jaar hier zich onafgebroken voor de gemeenschap inzet? En vanavond zijn laatste avond aan deze kant van de raadstafel meemaakt. Hetgeen hij zelf een paar weken geleden in een interview met drie vertrekkende voormalig wethouders betitelde als een feestdag. Dat zal een feestdag zijn, maar Geert Kellende, ja precies, u zegt het al zelf, valt ook wel weer een beetje tegen. Want die tweeslachtigheid, die zit er natuurlijk in. Want dat heb je altijd geëtaleerd. Je hebt natuurlijk een paar keer een afscheid gehad waarbij je bent toegesproken. Dus ik ga ook niet de hele doopzeil van jou na. Misschien moet ik het maar inderdaad wel concentreren op die mooie poster die de verwarring in Koevoorde wel de laatste paar dagen aanmerkelijk deed toenemen. Met inderdaad een herkenbaar gezicht, hoewel ook weer onherkenbaar, want zonder jasje dasje. Dus dat is toch ook weer een heel onverwachte beleving van het fenomeen Geert Roelers. En dan die raadslachen tekst erbij. Geert Roelers doet het 6 keer per maand. Dus ik moest ook een keer stoppen en terugrijden om te kijken, heb ik dat nou echt goed gezien?
En ik weet dat er inderdaad heel veel vragen door ontstonden. Dat is misschien ook wel de bedoeling van die posters. Mijn eerste reactie was, dat kan niet. Geert doet dat veel meer dan 6 keer per maand. En toen dacht ik, het kan ook wel zo zijn dat hij het veel minder dan 6 keer per maand doet. Maar het is maar net waar je het over hebt. En dat is het probleem bij Geert Roelis, want hij doet zo geweldig veel. En nou heb ik inmiddels begrepen dat dat over één specifieke taak gaat. Maatschappelijk werk Koevoorde doet natuurlijk heel veel goede dingen. En daar doe jij kennelijk 6 keer per maand ook wat in. Maar je doet daarnaast nog heel veel meer. En je hebt in deze raadzaal natuurlijk ook heel veel meer gedaan. Inderdaad, mijn vaste plaatsvervanger als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Auditcommittee, rekenkamercommissie, wat heb je allemaal niet gedaan? Dat allemaal in die periode van 4 jaar die Laurent al kenschetste als ja. Als je dan eenmaal die ervaring hebt gehad van 7 jaar wethouderschap, waar we dat mooie afscheid in Noordsleen hebben gehad, dan is dat best een lastige. Daar getuigde hij ook van in dat laatste interview. Nee, niet het laatste interview, dat was vandaag natuurlijk nog in Koevoorde Huizenhuis. Maar dat interview van een paar weken geleden. Waar die ambivalentie volgens mij ook wel uitsprak. Ook wel die erkenning van ja, dat is toch wel een buitengewoon mooie functie. Ik heb nog goed op het netvlies hoe wij elkaar daarover spraken. Over de nieuwe invulling van een kandidaat wethouder door de fractie van de VVD destijds hier in de gemeenteraad in 2007 na het vertrek van Peter Snijders. En dat je op een gegeven moment na een forse bedenktijd tegen mij zei van ja, dan moet ik het toch maar zelf doen. Inderdaad, daar komt niet de volle overtuiging uit van nou, daar heb ik nou eens een geweldige zin in. Maar je hebt al eerder gezegd dat dat toch in de praktijk wel heel erg anders bleek uit te pakken. En dan is het zuur dat je als lijsttrekker bij de vorige verkiezingen vervolgens in de oppositie belandt en daar je nieuwe rol in moet vinden, gezegend met al die kennis en ervaring van al die dossiers die voor een deel nog doorgang vinden, ook in de nieuwe bestuursperiode in de wetenschap, dat je ook niet een opvolger te veel voor de voeten wil lopen en toch die drang om bestuurlijk betekenis te willen blijven houden. Nou, in de breedte heb je dat meer dan voldoende gecompenseerd, denk ik, door allerlei andere activiteiten ook op te pakken. Dus inderdaad, vandaar, ja, 6 keer per maand. Inderdaad, volgens mij is het per saldo veel meer. Dus in die zin maak ik me ook niet heel veel zorgen dat hiermee alle bestuurlijke betrokkenheid van jou, Geert, is afgerond. Dat zit er ook niet in het beestje. Dus ik wens jou ook graag toe dat je dat, en dat het jullie beide gezondheid ook gegeven is, om dat nog heel lang te kunnen volhouden. Mooi dat Henny hier ook vanavond is. En dat je inderdaad met al die mooie onderwerpen die zich ook buiten deze raadzaal afspelen, die betrokkenheid kunt blijven etaleren en die rol vervullen die je zo graag vervult. En het liefst jou kennen natuurlijk ook wel een beetje in de spotlight. Vandaar dat toch ook die postercampagne mij niet verraste. Mijn eerste gedachte was, kijk, dit is de campagne voor Geert zijn afscheid. Maar zo was het dus niet bedoeld. Het had zo kunnen zijn. Want ook dat, die techniek van een politicus die beheerst die goed. Jouw contacten met media waren natuurlijk ook altijd heel goed. Die zullen ook geloof ik wel zo blijven. En dat is ook goed. Want dat hebben die goede doelen ook vaak heel hard nodig. Dus heel veel dank. Het is inderdaad onovertroffen, denk ik, zolang als jij hier jouw diensten aan de samenleving hebt gegeven. Je bent al een keer koninklijk gedecoreerd bij je afscheid in 2007 als raadslid. Want ja, je kon niet wethouder en raadslid samen zijn. Dus dat was het moment om die rijke ervaring aan jaren die je toen al had, om die in een decoratie om te zetten. Maar gelukkig hebben we als gemeente natuurlijk ook nog een verordening op de gemeentelijke onderscheiding. En dat is een niet heel vaak gefrequenteerd gebruik. De laatste toekenning daaruit dateert alweer 4 jaar geleden. Dus het doet mij genoegen om hier te kunnen melden dat ja, bij gebrek aan zo'n kleurenzeefdruk die je nog niet hebt. Maar ja, je hebt de collectie, vrees ik, compleet. Dus in die zin dachten we, ja, dat komt niet goed als we het daarbij zouden laten. En dat heb je ook niet verdiend. Want inderdaad, die lijst van activiteiten die is zeer indrukwekkend. En die past zeker in het rijtje van mensen waarvan het college van BMW heeft besloten. En achteraf moet dat worden geratificeerd door de raad. Maar dat zal geen enkel probleem opleveren om jou de erepenning in goud van de gemeente Koevoorde toe te kennen. En ik nodig je uit om hier bij mij te komen om die te ontvangen.
met de hartelijke felicitaties en de hartelijke dankzegging voor al datgene wat daartoe heeft geleid. En je wordt dus opgenomen in dat illustere rijtje mensen die in het ereboek van de gemeente Coevorden zijn opgenomen. Alsjeblieft. Ik zal misschien nog even de tekst op de oorkonde vermelden. Bijzondere verdiensten voor de gemeente Coevorden. Vanaf april 1986 tot heden onafgebroken actief als wethouder en raadslid binnen de gemeente Coevorden. En bijzonder actief op diverse fronten in zijn woonplaats Sleen. En dan staat hier, omdat het natuurlijk een gemeentelijke onderscheiding is, niet datgene wat je in provinciaal verband als statenlid en dergelijke ook allemaal hebt gedaan. Dit gaat echt op de gemeentelijke verdiensten. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de fijne woorden. En ja, dank voor de oorkonde om bijgeschreven te mogen worden dan in dat rijtje van illustere figuren in de gemeente Coevorden. Ja, 32 jaar. Hebt u even. En het was 1986, Sleen. Ik was toen 41 jaar. En ik werd raadslid van die voormalige gemeente Sleen. Ik was toen 41. En het is nu 2018. En ik ben inmiddels 73. En het einde van mijn raadswerk, althans van mijn politieke loopbaan, is nu zeker een feit. En als ik dan terugdenk aan die 32 jaar, dan kan ik niet anders zeggen dan dat het een verrijking voor je totale leven is als je in het maatschappelijke veld en vooral de politiek werkzaam mag zijn. Want ik heb het ook nog in het laatste interview gezegd, wat ga je nu missen? Nou, je gaat verschrikkelijk veel kennis missen. Alles wat je in die afgelopen jaren hebt meebeleefd hier in die raadzaal, dat is wel zoveel. En als je dat straks gaat missen, moet het toch wel een bijzondere tijd worden die ik tegemoet ga. Nou, ga niet allerlei zaken nog eens belichten die zich in die afgelopen jaren, zeker die afgelopen 20 jaar hier in deze raad hebben voorgedaan. Want daar zijn hoogtepunten, er waren dieptepunten, er waren feestelijkheden, er waren droevige zaken dat ze afscheid moesten nemen van collega-raadsleden. Het heeft zich allemaal voorgedaan, want het is een normaal mensenleven. Maar als ik dan toch een paar zaken toch nog eens even, nou het is eigenlijk één zaak die eruit mag lichten, dan is het toch wel het gemeentehuis. Het gemeentehuis, dat zou ooit in 1999, toen waren de plannen in het motto van Coevorden onder dak, moest het gemeentehuis, dat moest komen aan de Poppenharenlaan. Toen waren de college en vooral de coalitieoverleg en de coalitieoverleg niet altijd even frequent. En toen kwam er toch onder leiding van de toenmalige burgemeester, want het was onder leiding van Jansema, dat zij hadden besloten om het gemeentehuis toch maar te plaatsen daar in het, aan het fraaie park, de Poppenharenlaan. Want dat was de plaats voor de ambtenarij om daar te mogen gaan werken. Mijn fractie vond dat eigenlijk niet. Die dacht van, kijk eens, we hebben daar die Holbert. Die veel besproken Holbert nu nog, maar die was er toen ook. En we zeggen, laten we eens onderzoeken of het mogelijk is dat het gemeentehuis daar komt. Dan sla je enige vliegen in één klap. Nou, Jansema heeft alles geprobeerd om de fractie die ook steun kreeg van de oppositie en zeker van het PAK, om toch een onderzoek in te laten stellen. Nou, het lukte Jansema niet om ons te overtuigen om dat niet te gaan doen. Nou, het ontaarde in bijna een crisis en degene die daar ook een prominente rol in speelde was mijn zeer gewaardeerde collega Henk Bouwers, want die vond wat die Geert Roelders mee bezig was, dat was toch verschrikkelijk slecht. Zijn collega fractievoorzitter Truus Bort was dat met hem van mening. Ontaarde in allerlei gesprekken die er geweest zijn. We zijn op een, geloof ik op een zaterdagmiddag, moesten we ook naar Cassata. Zijn we z'n tweeën in één auto en ik ook in één auto. Dus de zaak die werd er allemaal
behoorlijk voorgekoud. Maar mijn fractie vond toch dat wij niet moesten van ons standpunt moesten afwijken. En het is uiteindelijk daar in de bestuurskamer van het kasteel. Daar hadden we het laatste overleg. En het was zo dat de pers, die was ook aanwezig. Er werden foto's gemaakt nog door die kleine raampjes. En op enig moment toen deed er één, die deed nog die deur open. Sotemieter Jan Westra bijna als journalist in die bestuurskamer. Maar goed, daar is alles beslecht. En toen is het toch maar besloten om ook niet in de Holmen te gaan bouwen. Maar ook niet op de Poppenharenlaan. En toen moest het toch maar hier in het centrum gebeuren. Maar ja, toen moest die grond die hier was, en hier stonden toch panden, die moesten allemaal worden aangeschaft. En dat ging vrij eenvoudig. Vonk, Arens, wat er allemaal was, dat ging allemaal heel snel. Nou, Snijders die had het illustre idee om ook de muziekschool, die moest erbij in. Die moest daar maar, CQ moest daar maar weg, want daar kwam te veel onderhoud aan dat pand. Dus die werd er ook bij ingefietst. En toen was het nog niet genoeg, want we hadden die ABN AMRO bank nodig. En wij dachten, die doet dat maatschappelijk ondernemen, die is niet zo moeilijk daarin. Nou, dat was ik zei nog, ik heb daar gewerkt, dus die zijn natuurlijk, die zijn wel wat verschuldigd. Maar ja, ik was een van de zoveel duizenden die daar werkten, dus dat stelde ook helemaal niks voor. En dat was heel moeilijk om die te verwerven. En toen kwam daar ook, dreigde dat ook weer heel lastig te worden, want Ton Serli, die zat in die raad en die gaf het college nog tot iets van 10 of 12 december van het jaar, ik geloof 2009, de tijd om dat pand wel te verwerven. En als dat niet gebeurde, dan trok hij de stekker eruit. Nou ja, het was dreigende taal. En dat meende die. En het was ook gebeurd, denk ik, dat kun je nu wel zeggen, als het niet door was gegaan. Maar zoals gebruikelijk ging ook in dat geval ging er een keer het college samen met de raad voor een gezellig paar dagen uit naar Berlijn. En er moest nog één op het huis passen. Onder dat mom moest ik hier blijven. Maar dat was het niet. We hadden een afspraak. Johan Kok, die daar op de tribune nog zit. Volker Sinema, bijgestaan door een jurist van Nijzing. Gingen we naar het pand in Zwolle van ABN AMRO, die een van die torens, om toch nog te proberen het, zoals Ton Serli dat wilde hebben, voor die datum geregeld te krijgen. Nou, we hebben daar, Johan, bijna gevochten. Daar zat een mevrouw, die had wel zo een hekel aan mij. Heeft ze niet gezegd, maar dan kon je die lichaamstaal zien. Zo gauw ik wat zei, dan begon ze heel raar te doen. En, maar goed, het ontaarde erin dat wij kwamen tot een deal. En we zijn naar de gemeente weer gereden, de gemeente Coevorden. We hebben de burgemeester in Berlijn gebeld. En we hebben gezegd, Bert jongen, trakteer maar raak. Want de buit is binnen en Ton Serli, vertel het er maar, die heeft niks meer de stekker eruit te trekken. En zo is uiteindelijk dit, maar ja, nu gaat die ABN AMRO bank alweer weg. Maar zo is dus dit gemeentehuis hebben we op die manier verworven. En dat is een prachtig onderkomen geworden voor ons allemaal. En ik weet niet anders dan dat alle mensen hier op een plezierige manier hier werken. Ik wil ook iedereen voor bedanken voor die afgelopen jaren. Misschien een wat meer dan de ander. Maar ik wil in het bijzonder toch wel bedanken voor de plezierige samenwerking Henk Bouwers. Henk Bouwers die heeft 20 jaar met mij in die gezelde gemeente. Dat is een van de, wij met z'n tweeën hebben die 20 jaar tot nu toe volgemaakt. En ik moet zeggen, Henk, we hebben in de coalitie gezeten. We hebben in de oppositie gezeten. We hebben heel veel telefoontjes gepleegd buiten de hele bestuurlijke gebeuren om. We hebben elkaar van alles verteld. We hebben elkaar geholpen. We hebben elkaar gesteund. Is ook helpend, maar ik bedoelde wel eens in bepaalde situaties toen je transfer maakte van CDA naar gemeentebelangen. Ik weet het nog maar al te goed. Maar we hebben elkaar altijd gewaardeerd en dat doen we nog. Dus maar iedereen bedankt, maar Henk in het bijzonder. En het gaat jullie allemaal heel goed. En zeker onze nieuwe fractie. Ik was even bang in de toespraken die gehouden werden alsof, kijk, het is de politiek heeft gesproken, de kiezer heeft zijn stem uitgebracht. En
die heeft bewust naar lijsten gekeken. Kijk maar naar het BBC, wie welke voorkeurstemmen had. Dat hebben ze ook gedaan naar de lijst van de VVD. Dat hebben ze ook gedaan naar mensen die erop staan. En zo heeft ieder mens heeft zo zijn stemmen gekregen. En ja, het is natuurlijk jammer voor Karin, maar ik wil toch wel zeggen dat Bernette het meer dan verdiend heeft om hier plaats te nemen in die gemeenteraad. En zij natuurlijk heel hartelijk welkom is in die nieuwe. Het zijn allemaal nieuwe. En er zijn allemaal jongen, want de gemiddelde leeftijd wordt sowieso in deze raad lager door het vertrek van Loraan en ik. En zij zijn jong, fris, fruitig en dynamisch. Nogmaals iedereen bedankt en veel plezier verder. Ja, dames en heren, daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit agendapunt en dat niet alleen, maar ook bij het einde van deze raadsperiode. Nog een paar algemene woorden. Ik haak daarbij graag aan bij wat Geert Roelers zojuist ook opmerkte. Vanzelfsprekend, hè? Want hij heeft het grootste gelijk van de wereld. In zijn opmerking, zo werkt onze democratie en dat is ook goed dat hij zo werkt. Maar het is ook goed om op een avond als deze toch even terug te kijken naar de individuele rollen die raadsleden die afscheid nemen. Inclusief mensen die al heel lang die toegewijding hebben gehad aan de publieke zaak. En natuurlijk ook tegelijkertijd vertrouwen. Maar dat zullen we dinsdag of donderdag aanstaande natuurlijk ook met elkaar meemaken. Vertrouwen in de nieuwe door onze bevolking gekozen ploeg mensen die deze raad weer tot 25 mensen aanvult. Waarbij mooie combinaties van langdurige ervaring en frisse moed. Fris en fruitig, zei je Geertig. Dat zullen we met elkaar weer tot een mooie melange moeten brengen. En dat zal vast lukken. Ik vind het wel passend om na de individuele afscheiden van de vertrekkende raadsleden nog een paar noties met u te delen. Op dit moment van ja, het vaarwel zeggen tegen de afgelopen bestuursperiode die zo spannend begon. Immers lag een inventarisatie van allerlei terreinen waar wellicht geld gevonden zou kunnen worden. Geld wat zo nodig was om onze precaire financiële situatie ook weer tot een goed einde te brengen. En dat vroeg principiële keuze. Dat heeft deze raad aan het begin van deze periode gedaan. En dat is geen gemakkelijke opgave, want deze keuzes deden pijn. Het ging niet over het verdelen van het teveel, maar het zoeken van waar de tekorten gevuld kunnen worden. En tegelijkertijd was de consequentie van die principiële keuze niet dat er een mismoedige stemming over de gemeente neerdaalde. Maar dat de grote kunst van deze raad en de grote verdiensten van deze raad is geweest. En daar heeft natuurlijk de ingezette beweging om naar een andere bestuurstel te komen heel veel in betekend. Dat de teneur er toch eentje is geweest van we gaan samen die opgave tot een goed einde brengen. Samen met de samenleving en samen met elkaar in deze raad. In die zin vind ik het ook terecht. Ik haak toch even aan op de opmerking die Herman maakte over de honorering van raadsleden. Terecht punt. Ik ben het daar ook helemaal mee eens. Want je zou willen, maar dat is natuurlijk, zijn we afhankelijk van landelijke regelingen, dat inderdaad het functioneren van raadsleden in die zin gemakkelijker wordt gemaakt. Gegeven de bijzondere verantwoordelijkheid die er ook op het werk van raadsleden op dienstrug terechtkomt. Dus u mag van mij inderdaad terecht vragen om er daar hard voor te maken. Er wordt ook al, zoals u weet, wel nagedacht over voorstellen die daar aan iets moeten doen. Maar tegelijkertijd constateren we ook dat er al te veel jaren aan de hand van allerlei nota steeds weer wordt geconstateerd dat dat een probleem is en dat er wat aan zou moeten gebeuren. Dus het is ook wel zaak dat er nu daadwerkelijk ook maatregelen worden voorgesteld. Maar ik vind het wel een groot compliment in uw richting dat de manier waarop we met elkaar invulling hebben weten te geven aan die opgave, dat die zo is gelopen als die is gelopen en dat we daarin ook een betrekkelijk uniek gezicht hebben laten zien, kunnen laten zien dat het niet alleen maar een oriëntatie van de raad was, die leidde tot heel veel initiatieven. Ik zei al zojuist de verwijzing naar heel veel activiteiten, werkgroepen, initiatieven vanuit de raad, wat iets meer zei, maar ook van het college en ook van de ambtelijke organisatie. En dat in gezamenlijkheid en eensgezind in dezelfde richting. Dat heeft denk ik de kracht gemaakt. Die maakt dat we nu toch ook met vertrouwen kunnen terugkijken op waar we nu 4 jaar
na dato van aanvang van deze bestuursperiode staan. Met nieuwe uitdagingen, waar de nieuwe raadsleden ook weer volop aan hun trekken kunnen komen. Maar het was een bijzondere opgave in deze afgelopen 4 jaar, met name voor de gemeente Coevorden. Zeker als je je realiseert, het onderwerp kwam al herhaaldelijk voorbij, dat ook nog een keer de toegenemende taken richting de gemeente, het sociaal domein, ook nog een keer tot een goed einde moest worden gebracht. En ook daar hoeven we ons absoluut niet te schamen voor het bereikte resultaat en de manier waarop u daar als raad uw rol in heeft gespeeld. Dus ik kan alleen maar hopen dat de nieuwe raad deze erfenis van u meeneemt. En dat we in die zin ook kunnen koesteren dat we een bijzondere 4 jaar, dat we op een bijzondere 4 jaar kunnen terugkijken. Sommigen van u hebben daarna verwezen dat deze tweede 4 jaar, degene die 8 jaar hebben gezeten, die kunnen ook zeggen van ja, maar er is wel wat gebeurd. En dat heeft wel die combinatie van opgaven geweest, waar ik zojuist naar verwees, die dat hebben bewerkstelligd. Dus ik hoop zeer dat we die sfeer van onderlinge samenwerking zullen kunnen vasthouden. U heeft daar een belangrijke rol met elkaar in gespeeld. Niet alleen degene die afscheid nemen vanavond, maar zeker ook degene die blijven. Heel erg bedankt. En waar we elkaar ook tegenkomen in de samenleving van het Coevortse, dat zal altijd wat mij betreft met warme herinneringen aan deze 4 jaar gepaard gaan. Dank daarvoor. Wat mij betreft is deze vergadering gesloten en kunnen we met elkaar onder de genot van een hapje en een drankje hier beneden nog eens even napraten en de mensen feliciteren en bedanken die vanavond in het zonnetje zijn gezet en ook de kennismaking met nieuwe mensen intensiveren. Bedankt voor uw aanwezigheid, bedankt voor uw bijdrage. Welthuis.